What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Somehow I wanna know all about you. Deep connection, lights a spark. You already know me when we dance in the dark. We're dreamers. Something about how it is in the moonlight that look in your eyes, it tells me that you want.
Hele goede avond allemaal en welkom bij weer een nieuwe livestream. Vandaag Farming Simulator 22. En ja, we hebben vandaag de opening van de BGA. De subs hebben natuurlijk dat al gezien. Ze hebben het ook al gebruikt. En ik kan je melden, alles zit rakvol. Het is niet normaal, de subs werken keihard. Maar chat, hoe is het met jullie? Wat hebben jullie vandaag gedaan? Laat vooral wat weten. En hoe was je weekend? Ben ik best wel benieuwd trouwens. Ook al is het vandaag dinsdag, maar goed. Kan het nog gevraagd worden? Welkom bij het streamen en leuk dat je erbij zo'n chat. We gaan in ieder geval lekker beginnen. Ja joh, jeemige. Ja, bizar hè, zijn we weer. Hey Knan, leuk dat je erbij bent, welkom bij deze livestream. Ja, voordat ik verder ga, ik heb leuk nieuws. Er is vandaag nieuws uitgekomen van Farming Simulator 22. Van de allereerste DLC die we gaan krijgen op 22 maart. Dus ik ga jullie zo snel mogelijk meenemen en laten zien wat de DLC zal worden. Wellicht heb je het nog niet gezien of niet meegekregen. Ik ga het je zo meteen laten zien. Het is ja, best wel top. Dus ja, dat ga ik jullie zo meteen laten zien in ieder geval. Even kijken, ik heb jij ja, school tot 2:30 op school gezeten. Ah, lekker middagje vrij, lekker bezig op. Netjes in ieder geval. Ben in school geweest, laat Galaxy weten. Lekker bezig. Jordi, hoe gaat het? Met mij gaat het goed, JNN. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij deze stream ook. Welkom, met mij gaat het altijd perfect eigenlijk. Altijd positief, altijd blij. Dat is gewoon het beste, toch? Dat is gewoon het beste. Alleen de bunkers zitten al helemaal vol. Ja, niet normaal. Ik kreeg al wat verhalen hier en daar. En het schijnt dat de splinternieuwe BGA met twee gigantische kuilen al helemaal vol zit nu. Bizar, bizar. Want ik kan niks zeggen over de subs. Ja, er wordt te veel gewerkt. Dat kan ik alleen melden. Ik ga jullie wel meenemen met trouwens een DLC, want... Ja, er komt een nieuwe DLC aan. Ik ga het jullie laten zien. Ja, jong. Nou, wanneer alles goed? Ja, met mij gaat het goed hoor, Marijn. Hoe gaat het met jou? Leuk dat je erbij bent. Welkom bij deze stream. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Ongelooflijk. Rakai 024 geeft een sub aan Milo 63. Ongelooflijk, Rakai. Nu spreek ik het wel goed uit, hè, maar... Nieuwe sub! Welkom ja. Bij HD Games. Ja, joh. Rakai 024 geeft een sub aan Thomas Liggen-B08. Hij is weer freaking 10 subgifts weg, deze gozer. Ongelooflijk. Nieuwe sub! Ongelooflijk. Welkom bij HD Games. Rakai 024 geeft een sub aan J-droppers. Ongelooflijk, ja. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Rakai 024 geeft een sub aan GMT1987. Gewoon 10 mensen, hè? Dat is toch niet normaal gewoon. Nieuwe sub! Welkom wow. Bij HD Games. Wauw. Zo. Rakai 024 geeft een sub aan Benny Bastiaanse 1. Ongelooflijk, joh. Ongelooflijk. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Rakai 024 geeft een sub aan Danit 84. Deze man maakt zoveel mensen blij, hè? Nieuwe sub! Niet normaal. Welkom ja, bij HD normaal. Games. Rakai 024 geeft een sub aan Argero. Ik moet wat dingen doen. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Ja joh. Rakai 024 geeft een sub aan Bram Liggen-NL91.
Ongelooflijk, ja. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Rakai 024 geeft een sub aan vuilnisman Zeeland. Lekker naampje wel, ja. Ja, ja. Okay. Nieuwe sub! Okay. Welkom bij HD Games. Rakai 024 geeft een sub aan 09 Jantje 90. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Timlinde 24 heeft geabonneerd op Twitch. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Leo van Vlaanderen is nu lid van HD Games. Ongelooflijk. Ik kom er zo bij chat. Ik ben heel even afgeleid hier zo. Welkom bij HD Games. Even kijken, snel. Welkom bij HD Games. Die kant op. Mooi. Ik weet voor de mensen op de subserver trouwens. Ik weet dat het lek aanwezig is. Geen zorgen. Wordt gefixt. Nitrado is ermee bezig nu. Dus daar moest ik even op antwoorden. Maar in ieder geval. Ja, Rakai. Ongelooflijk. 10 subkippies, joh. Wat? Ja, joh. Niet normaal. Niet normaal gewoon. Even kijken. Deze. Top. Ja, Rakai allereerst gewoon 10 subgiffies weer. Hij geeft er eentje weg aan Milo, aan Thomas, aan Droppers, aan GMT, aan Benny, aan Danny, aan Agarro, als ik dat goed uitspreek in ieder geval, en aan Bram. En ook nog Veldersman Zeeland. Cool. Ja, Jan Jonen trouwens, ongelooflijk. 10 mensen gewoon weer, hè. Bizar. Het is echt bizar. Thanks for your support, Rakai. Wordt zeker gewaardeerd, maar hou het lekker bij je. En ik weet het ook nog, je had de vorige livestream best wel veel subgiftjes gedaan. En ik weet ook nog wel, die avond dat we toen in call zaten, was na de livestream natuurlijk. En ja, er waren zoveel kijkers in call, echt niet normaal gewoon. Ook de server, het moment na de streamchat, vorige livestream, dat was afgelopen zondag. Zondagavond dacht ik van, hé, leuk, ik ga ook even op de subserver spelen. Ik kon er gewoon niet in. Hij was gewoon letterlijk vol. 16 van de 16 man zat erop. Ik kon mezelf gewoon niet meer in. Maar weet je, dat is niet het ergste. Ik vind dat helemaal niet erg. Ik vind het juist leuk en super tof dat heel veel mensen op spelen. Wat? Dat meen je niet. Donatie. Ja, joh. Pixel Gaming Griekse YT2 heeft 50 bits gedoneerd. Ik was op de subserver HDZFF wat bunker silos neer zijn al vol hahaha en gisteravond was echt leuk hahaha. We hebben net een nieuwe splinternieuwe BGA. Twee gigantische kuilen. En hij is nu alweer rakvol. Hoe dan gewoon? Het is echt niet normaal hoor. Het is echt niet meer normaal. Wat willen de submensen nou? Willen ze gewoon 6 velden aan BGA hebben ofzo? Ja, het is echt bizar hoor. Het is echt niet normaal gewoon. Wauw. Wauw, een nieuwe. We hebben net de splinter nieuwe. We hebben hem net ziek veel uitgebreid. De kuilen zijn eigenlijk keer 5 of keer 6 groter geworden. En alsnog is hij gewoon te klein. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar thanks Rakai voor je 10 subgiftjes. Wordt zeker gewaardeerd. Daar hadden we ook nog... Bij HD Games. Top. Ja, joh. Moeten meer kuilen komen. Oh, is dat het, ja. Ja, precies. Je bouwt te klein.
Wouter te klein? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Tim, dankjewel voor je subpie trouwens. Dat wordt ook zeker gewaardeerd. En voor Leo, ook jij bedankt voor het lid worden op YouTube. Voor jou in ieder geval connect je YouTube-account aan je Discord-account. De Discord-server krijgt zijn voordelen. Hetzelfde geldt voor alle mensen die deze avond een subje hebben mogen ontvangen. Of zelf sub hebben genomen. Check gewoon eventjes je Twitch-account. En koppel die aan je Discord-account. Zodat je in de Discord-server extra voordelen krijgt. Ja, en gisteren kwam er weer iets binnen. Je raadt het al. It's easy. Nieuwe sub! Welkom bij het E-Games. Ja, ja. Ongelooflijk. Mattie Ongelooflijk. Heeft geabonneerd op Twitch. Thanks, ook voor jou support man. Wordt zeker gewaardeerd, Mattie. Dankjewel. Thanks. En even kijken, D-Games. Ik heb een sub, maar kan niet in de Discord-server. Laat je naam en viercijferige nummer achter. Dan kan er later naar gekeken worden. Dat zij even zou kunnen doen. Nou, wat Mava dus nu al doet bij je. Dan wil ik ook trouwens nog Pixel Gaming bedanken voor de 50 bits. Wordt zeker gewaardeerd. Dankjewel, man. Thanks. Thanks. Ja. Nou ja, goed. We gaan eventjes kijken naar een nieuwe DLC die we 22 maart gaan krijgen. Giants heeft dit vandaag aangekondigd. Ik zie tevens ook wat vragen op de subserver. Voor alle mensen, voor alle subs die op de subserver spelen. Nitrado werkt eraan. Nitrado is op dit moment bezig om dingen te fixen. Geef ze heel even de tijd. En dan werkt het zo dadelijk weer. Geen zorgen. Er wordt aan gewerkt. Nitrado is al hard bezig. Achter de schermen. Welkom. Top bedrijf. Ja, ja, joh. Nou ja, goed. We krijgen dus 10 nieuwe voertuigen in de eerste aankomende DLC van Farming Simulator 22. Het is in ieder geval de Antonio Carraro pack, als ik dat goed uitspreek. In ieder geval dus 10 extra voertuigen krijgen wij. Super tof op zich wel. Ik weet niet echt of ik het flink ga gebruiken. Ik had ook eerlijk gezegd iets anders voorgesteld als eerste DLC. Maar aan de andere kant, wel weer leuk dat we 10 extra trekkertjes erbij krijgen. Het zijn allemaal wat kleinere trekkertjes. Volgens mij was er ook nog een overzicht aan voertuigen. Laat me even kijken. De DLC kost trouwens 10 euro. Even afgerond. En dan heb je hier inderdaad de voertuigen staan. Dus dat is wel mooi. Welkom bij HD Games. Ja joh. Kijk, Herde, ik kom ook een keer meespelen in het server. Dat is gezellig, Trigger. Dat is gezellig. Nou, dit zijn in ieder geval de extra voertuigen die we gaan krijgen. Persoonlijk vind ik deze ook wel heel bruut, eerlijk gezegd. Die rechtsbovenin. Links is heel vet. Ja. Thanks voor jullie support. Welkom bij AD Games trouwens. Dankjewel. Thanks. Maar ja, dit zijn dus de extra voertuigen, de extra trackers, de eerste DLC. Ik ga 10 euro kosten en daarbij krijg je dus 10 voertuigen. Dus op zich wel geinig, je hebt die zelfs met rustbanden, hier alleen de achterste rustbanden. Persoonlijk vind ik wel deze vrijwel exact hetzelfde lijken, alleen hier zit geen rustband voor. Ook met deze dingetjes, ja, lijkt ze in mijn mening een beetje exact hetzelfde. Maar ik denk in detail dat er toch wel heel veel dingen ja, anders zijn. Er wordt aan gewerkt, Joey. Er wordt aan gewerkt. Komt goed. Komt goed. Dus geef het even de tijd. Ja. Nee, komt goed. Even kijken hoor. Kijken, die je te gebruiken in de server? Deze DLC, of ik die ga gebruiken, weet ik nog niet. Ik kan daar moeilijk een uitspraak over maken. Misschien zeg ik van ja, ik ga hem wel gebruiken. Maar aan de andere kant denk ik van ja, misschien ga ik hem helemaal niet gebruiken. Ik weet het oprecht niet. Zelf heb ik wel de Season Pass, dus ik zal de DLC sowieso hebben. En hij is in principe al gekocht. Ja, aan de ene kant staan op zich wel geinige triggers. Toch is toch wel weer een extraatje. En vooral als je bijvoorbeeld een kleinere boerderij hebt of zo. En met kleine spulletjes dat je werkt. Dan zijn die kleine trackers best wel leuk, denk ik. Dat denk ik op zich wel. Ja. Maar of we deze in de DLC gaan of in de subserver gaan gebruiken. Ja, weet ik oprecht niet. Dat zien we tegen die tijd wel. En ik laat dat zeker ook wel van tevoren weten. Maar al mocht je dus alle DLC's willen hebben. Check dan in ieder geval de Season Pass. Want dat bespaart je echt veel geld. Dat zou ik sowieso wel aanraden. Ja. Dus dat in ieder geval de nieuwe DLC in Farming Simulator 22. 22 maart kan je hem gebruiken. Ja.
Ja, ook kwam er natuurlijk nog een update aan voor Farming Simulator 22. Ook dat wordt nog gefixt. Wanneer de update zal komen, ik gok deze week. Maar ik weet het niet zeker natuurlijk. Ik werk ook niet bij Giants. Maar ik denk dus deze week. En ja, dat wordt gewoon rustig afwachten in ieder geval. Even kijken, ik wil graag weten welke productiefabriek ik als eerst kan kopen. Dat is een keuze die je zelf kan maken. Je kan in principe elke fabriek kopen en plaatsen op de map. Dat is een keuze die je zelf moet maken. Ja, ik ga even kijken of de subserver ready is. Want op het moment is Nitrader bezig om dingen te fixen. Er is wat lag. En ook gisteravond heb ik Nitrader gevraagd van als ze me alsjeblieft kunnen helpen. Dat hebben ze ook gedaan. Dus ik wil wel een shout-out doen naar Nitrader. Want ze zijn gisteravond, ik denk 3, 4... Ja, laten we zeggen 5 uur bezig geweest om mij te helpen. Dus thanks Nitrado. Even kort samenvatten voor de mensen die niet weten wat er gaande is. De farming server heeft lag als je boven de 10 mensen komt. Dat is altijd al zo geweest. Was ook bij Farming 19, nu ook bij Farming 22. En Nitrado geeft aan van, hey, nee, het is niet onze fout. De fout ligt bij Giant Software. Maar we kunnen wel wat proberen voor je. Dus daar zijn ze mee bezig. En in de hoop dat dat gefixt kan worden. Want ik vind de lag heel vervelend. En vooral als je op een server bent met heel veel mensen. Ja, dan speelt dat gewoon niet lekker en haak je sneller af. Laten we eerlijk zijn. Als je een game gaat spelen met lag, dan haak je eerder af. Dus ik hoop dat dat gefixt wordt. Dus we moeten even wachten met de server chat. Ik wil graag joinen, maar ze zijn bezig. Nitrado werkt eraan. Ja. De server is weg. Ja, geduld Dilano. Het komt goed, het komt goed. Neem je tijd, zou ik zeggen. Neem je tijd, ja. Even kijken, hoi Jadé. Hoe heet de webshop van FS22? Hoe bedoel je de webshop van FS22? Je hebt gewoon de farming website, gewoon farmingsimulator.com. Misschien dat je dat bedoelt? Dat zou je kunnen checken. Ja, Rijka heeft vermeld, ik verveel me. Ja, ik kan je begrijpen, ja. Ja. Ja, ik ga wel even kijken hoe die BK eruit ziet. Want ik ga jullie zo meteen de rondleiding geven voor de mensen die de BK nog niet gezien hebben. Ik ga je meenemen, ik ga je alles laten zien. En zoals ik al hoorde van heel veel kijkers, is de BK nu al gewoon helemaal vol. Bizar, het is echt niet normaal gewoon. Nee, het is echt niet normaal. Even kijken, ik had vandaag ook de server gemaakt, maar ik had geen enkele lag. Maar die anderen die bij mij zaten hadden om de minuut lag. Oké. Ja. Ja, ik persoonlijk zeg dat het gewoon optimalisatie is bij Giants. En er komt een update aan en wellicht wordt het verbeterd. Ik hoop het wel, zou mooi zijn. We gaan het zien vanzelf. Ja, en voor de mensen die afvragen van de server crossplay. Ja, de server is crossplay. Dus al heb je console of al heb je PC, je kan de server joinen. Alle mods die we ook gebruiken, ook die zijn allemaal crossplay. Dus ja, als we een mod erin duwen die niet crossplay is, dan is ook de subserver niet meer crossplay. Dus daar kijken we zeker wel naar. Ja, ik ga denk ik even maar Fast Farming opstarten. En dan gaan we even kijken hoe en wat. Ik denk dat Jens niet meer wil dat jullie zo hard werken. Oh ja, we moeten verplichte pauze houden. Ja, dat is het waarschijnlijk, hè? Ja, precies. Nou ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Ja. Even kijken, ik had 0,0 lag. Oh, wacht. Was een 5M. Oh ja, ja. Ja, het is een andere game, hè? Dat is geen farming. Al start ik wel even mijn farming op, hoor. Gaan we even kijken. We gaan kijken. En ondertussen hou ik niet raad even in de gaten. En vakantie? Oké. Wat? De server in vakantie? Wat bedoel je? Oké. Nou ja, het is even afwachten, chat. Ik deze avond wat? Kwam... Dat meen je niet. Donatie! Ja, joh. Rakai024 heeft 500 bits gedoneerd bijna weekend. Bijna weekend. Ja, het is dinsdag. Maar hey, thanks Rakai voor 500 bits, man. Ongelooflijk. Ja. Oké, ik kom nu pas achter dat hij hele leuke dingen heeft staan op de achtergrond. Ja, what? Thanks. Dat meen je niet. Donatie. Ja. Rakai024 heeft 500 bits gedoneerd. Ik verveel me, haha.
Ja, server staat uit. Sorry. Ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Ja. Hoe bedoel je dan dat tijdbestek Minecraft? Wat bedoel je daar dan mee eigenlijk? Ja. Welkom bij HD Games. Ja, ja. Ja, en die van Rakai, dankjewel voor die 500 bits. Dat weet ik verveel me. Ja, ik snap het inderdaad. Jullie zaten net in de server, maar ja, jullie zeiden tegen mij dat het lag was. En ik ging even kijken. En inderdaad, het was bizar veel. Maar er wordt aan gewerkt. Dus we moeten even wachten op Nitrado. Dat is het enige wat ik kan doen. Meer kan ik ook niet doen. Weet je, ik ben al blij dat Nitrado helpt, hè. Als ik Giants een mail stuur, krijg ik geen reactie. Als ik Nitrado vraag, 30 seconden later. En ja, nee, wat moeten we voor je doen? Dat is het verschil. En dat niemand Giants af te kraken, dat is gewoon hoe ik het ervaar. Maar thanks voor je 500 bits, Rakai. Maar hou het wel lekker bij, zou ik zeggen. Thanks. Even kijken, van bijvoorbeeld 12 tot 10, dat de server online is. Oh ja, met de subserver staat in principe 24/7 online. Dus je kan op elk gewenst moment joinen. En als we de subserver tot 10 uur 's avonds doen, kan dat ook weer niet. En waarom kan dat niet? Omdat er heel veel kijkers zijn die serieus waar gewoon midden in de nacht nog steeds aan het farmen zijn. Ja, het is bizar hoor. Het is echt bizar in ieder geval. Ja, ja, het is echt bizar. Dus dat eigenlijk wat? Wel. Dat meen je niet. Donatie! Ja. Ja. Rakai024 heeft 500 bits gedoneerd. Hou het lekker bij je. Wat zeg je tegen mij? Oh ja. Oké. Oké. Ja. Ja, ik moet even wachten, chat. Excuses, maar ja, het is niet anders. Het is niet anders. Ik moet thuis werk maken. Of, oké. Ja, moet ik zeggen dan werk ze op succes daarmee, denk ik? Of leer ze, dat kan ook nog wel. Rakai, dankjewel voor je 500 bits. Hij zegt letterlijk, hou het lekker bij je. Dat zei ik ook al. Dat zei ik ook al. Maar dankjewel. Dankjewel. We kunnen nu lekker de stream kijken. Zo... Ja, ja, ik kan mijn andere server wel joinen. Ik heb nog een servertje. Het is alleen één grote bende daar zo. Want we hebben gisteren... was dat gisteravond? Ja, ik heb gisteravond met heel wat kijkers even wat testen uitgevoerd in farming. En we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat als je met 10 mensen of meer in een server zit, dat er lag is. Ja, dat. Ja. Ja, ja. Maar dat kan wel. Wat is het wachtwoord? Nee, ik ga niet nog een keer die testen doen. Dat gaan we niet doen, Dylan. Dat gaan we sowieso niet doen. Nee, dat gaat niet goed aflopen. Nee. Wat wordt het bouwproject? Dat is een leuke vraag trouwens. Deze stream zullen we inderdaad ook bouwen. Wat ik ga doen, ik ga jullie eerst een rondleiding geven op de BGA. Dat ik de kuilen kan laten zien, de details die zijn gebouwd, dat ik die kan laten zien. En als we daarmee klaar zijn, we hebben die rondleiding gedaan, dan ga ik met mijn trekker naar het nieuwe bouwterrein, want er zijn weer dingen toegevoegd in het server, dus... Wat? Dat meen je niet. Donatie! Ja. Ongelooflijk. Pixel Gaming Griekse YT2 heeft 50 bits gedoneerd, wel meer als testen, haha. Wel meer als testen, We hebben ook farming gespeeld, zeker waar, zeker waar. Ja, maar het heeft zo'n 50 bits, Pixel Gaming. En leuk dat je er ook gisteravond bij was. Ja. Ja, precies. Ja, ja. De terrortrein. Zo, inderdaad. De terrortrein, ja. Ja, misschien. Ik zie nog geen reactie. Nitrado is nog steeds bezig. We kunnen misschien even kijken wat de nieuwe mods zijn. Want er zijn vandaag natuurlijk ook nieuwe mods toegevoegd door Giants. En ik weet niet wat ze nieuw hebben. Even kijken, waar kunnen we dat zien? Beste. Nieuwste, kijk. Nou, niet zo heel veel nieuwe dingen trouwens. Nee. Oh, we hebben wel hier een pack met trades. Ik weet dat we hebben laatst in de subserver... We hebben wel nieuwe opraadwagens erin gedaan. Toen kwamen een aantal kijkers naar me toe en zeiden... Hey, kunnen we even die mod gebruiken in de subserver? En ik zei, ja, prima joh, stop maar erin. Dus vandaar.
Ja, ik denk alleen dat wel deze kleiner zijn aan inhoud. Ja, dan wel een toffe mod op zich. Ja. Dus dat eigenlijk. Ja. Nou, wel tof eigenlijk. Ja. Nou, wel leuk. Chat, gebruiken jullie trouwens wel eens mods in farming? Of zeg je van, nou ja, ik ben eerder een persoon die gewoon standaard farming speelt en gewoon geen mods installeert. Ik denk dat die groep wellicht heel klein is, maar gebruiken jullie wel eens mods of niet? Zo ja, wat gebruik je dan eigenlijk over het algemeen? Is dat dan iets voor schuren? Zijn dat dan nieuwe triggers? Zijn dat dan andere trailers ofzo? Ik gebruik alleen maar mods. Ah, dat kan ook, Sander, ja. Klopt. Laatst zegt ik gebruik ook wel eens mods. Zeg, laat weten, ik ben meer dan de helft van de mods. Oh, wauw. IMG. Het zal veel zijn, ja. Zal ik ze in mijn sub voorbij? Is opnieuw komen? Wat? Nee, gewoon lekker bijhouden, Teun. Dat is beter, denk ik. Dat is beter. Speel geen farming. Dat kan natuurlijk ook, Joost. Dat kan ook. Ja. Even kijken, vooral bouwdingetjes. Oh, netjes. Ja, ik kan wellicht die bouwdingetjes wel laten zien, want er waren toch een aantal mensen die vroegen van, ja, welke bouwdingen gebruik je dan? Nou, waaronder hier de Placeable Vehicle Pack. Dat zijn dus, Placeable Vehicles, dat zegt dat letterlijk al. Dat is ook een van de dingen die we gebruiken op de subserver. Dus dan mocht je zelf je boerderij willen decoreren, is dit bijvoorbeeld een hele goede pack die je kan downloaden. En tevens is hier ook nog crossplay. Hetzelfde gebruik ik zelf nog, objectenpack ook nog. Er zitten superveel dingetjes. Je hebt die rotsen. Allemaal wat kleine doosjes, stoeltjes, tafeltjes, prullenbakken, tonnetjes. Van echt van alles en nog wat. En hier ook weer wat pallets, stenen, soort elektriciteitsdingen of zo. Waterding, tentjes, hout. Van alles en nog wat. Wel super tof als je dan bijvoorbeeld je boerderij wilt decoreren. Is het misschien wel een aanrader. En hetzelfde geldt voor die building. Dat meen je niet. Donatie. Ja, nou goed. Damien Kone heeft 3 euro gedoneerd in kleinigheidje. Oh, kleinigheidje, oké. Nou, hou het lekker bij je, Damien. Thanks voor je 3 euro donatie, plus de beide onkostenvergoeding. Wordt zeker gewaardeerd. Thanks voor je support, man. Hou het lekker bij je. Ik vind het leuk dat je erbij bent. Ja, en dan hier nog een Placeable Building Pack. Hier heb je wat gewoon losse gebouwen. Ik heb hem persoonlijk zelf geïnstalleerd voor op de subserver. Zodat we als we bijvoorbeeld een, weet ik veel, een soort van woonwijk willen creëren of zo. Of dat we eigen straten willen maken. Dan is dit wel ideaal. En ook als ik bedrijf wil maken, kan ik gewoon Placeable gebouwen gebruiken. In plaats van bestaande fabrieken in de game. Want nu bijvoorbeeld bij de palletopslag, er staat letterlijk een houtzagerij. Die staat er voor de sier. Het is gewoon om aan te geven van, nou, dit is een vrachtwagenbedrijf. Maar met deze mod kan je bijvoorbeeld gewoon zo'n gebouw neerzetten. In plaats van een fabriek. Misschien nog beter ook. Dus dat is wel nice. Dat is wel nice. Ja. Even kijken, ik zie je daarna nog reageren. Ik gebruik kranen, maps, vrachtwagens, autoloads, silo's, bordjes voor geld. Oké. Nice op zich wel. Ja, nice op zich. Ik gebruik geen mods. Dat kan ook, Anouk. Dat kan ook. Ja. Even kijken, ik wel, maar ik heb geen ding om op te spelen. Geen map bedoel je dan ofzo? Of een PC denk ik dat je dan bedoelt, hè? Dat je geen farming kunt doen misschien. Ah ja, dat is op zich wel balen dan, no, cool. Aan de ene kant. Ja. Nou, 51% aan mods. Iemig. Is dat op console zwaar gelimiteerd mods of juist niet? Ik vraag me best af of dat echt gelimiteerd is of niet eigenlijk. Er zal vast denk ik wel een limiet aan zitten, maar is dat limiet heel streng of juist niet? Hoeveel mod kan je eigenlijk downloaden? Of is het een soort MB of zo? Ik heb geen idee trouwens. Ja. Heftige dingen in Amsterdam zeg. Wat is er aan de hand dan, Shadow? Tenminste, ik heb niks op nieuws meegekregen of zo. Nu. Fijne avond in de gamer. Fijne avond, hè. Ik gebruik vaak zelfgemaakte mod. Dat kan natuurlijk ook, Tom. Dat kan natuurlijk ook. Dat is op zich ook wel nice. Ik gebruik alles behalve geldmod. Oké. Wij zeggen op subserver gebruiken ook geen geldmod. Want als we dat zouden doen, dan zwemmen we helemaal in het geld. Want dat doen we in principe nu al. Ik gebruik mods, vrachtwagens, borden met geld en nog veel meer. Oké. Netjes op zich wel. Ik heb op Microsoft Store 50 euro aan farming uitgegeven, maar ik kan het alleen op mijn Xbox downloaden en niet op PC. Oeh. Ah ja. Is het alleen voor console heb je het gekocht dan wellicht.
Dat kan, ja. Wat gijzeling in Amsterdam? De Apple Store? Wat? Oké. Okay. Ik hoor dit nu voor het eerst. Oh, Paul Gijsling had denk ik Apple winkel. What the fuck zou je dat eigenlijk doen? Nou goed. Ik neem aan dat die mensen opgepakt worden. Oké. Okay. Join steeds alle mods die jij hebt. Oh, wacht. Je gebruikt dezelfde mods die ik ook heb, bedoel je? Is dat wat je bedoelt? Het duurt lang, het maken van de server. Ja, het ding is, het is... Ja, moet ik dat zeggen? Het is niet even één knop aanzetten en bam, het is gefixt. Dat is het niet. Maar ik kan wel even kijken hoe ver ze zijn nu. Even kijken. Even kijken hoor. Wat ze aan het doen zijn. Wat? Dat meen je niet. Donatie! Ongelooflijk, hè? Teun liggen streepje appelsapje liggen streepje 033 heeft 3 euro gedoneerd. Hashtag appelsapjes in de chat. Nou ja, bij deze hashtag appelsapjes in de chat. Dankjewel, Teun. Thanks voor je 3 euro donatie. Wordt zeker gewaardeerd. Thanks voor je support, man. Dankjewel in ieder geval. Thanks. Ik ga ondertussen even vragen aan die traden hoe ver ze zijn. Doe. Kijk, wat is je mening over Farming Simulator 19? Mijn mening over Farming Simulator 19? Ja, toch in het verleden wel de beste Farming Sim game. Leuke mods wel. Leuke mappen. Leuke voertuigen. Alleen jammer van de kleine foutjes. Die ook na 3 jaar nog niet gefixt zijn. Langer zelfs. Ja. Ja. Dus dat eigenlijk. Oké, okay, je kan maar 1800 MB downloaden. Wat? Oh. Dat meen je niet. Oké. Okay. Donatie. Okay. Trikussie heeft 50 bits gedoneerd. Leuke stream. Thanks, Trikussie. Dankjewel voor je 50 bits donatie. Wordt zeker gewaardeerd. Ook al kunnen we nog geen farming spelen, maar... Ja. Toch wil ik wel heel graag even farming induiken, maar het kan even niet. Maar, thanks voor je 50 bits, man. Wordt zeker gewaardeerd. Wat achievement heb jij, D-Games? Oeh, zal ik eens even kijken? Ik, 18 van de 45 heb ik trouwens. Niet heel veel, want weet je wat het is? Ik speel eigenlijk alleen maar multiplayer. Ik vind het persoonlijk leuker, dat je met heel veel mensen op een server bent en zo. Dus, ja. Ik speel eigenlijk geen singleplayer eigenlijk. Ik heb ook niet echt een eigen server of zo. Mijn server is gewoon de subserver. En ik steek daar al mijn tijd in die ik heb. Vind ik hartstikke leuk. Nou ja, goed. Ik heb hier een konijntje, zie ik hier zo. Kangaroo zie ik hier nog. Help om jou te helpen. Nog maar het begin heb ik hier nog. Eigen gebruik nog. Veldtocht. Parcours. Ah ja. Nou ja, wel nice. Het viel gewoon af. Nice opknappen nog. Welkom. Ik hou van afwisseling. Nou, dat is zeker waar. Daar houden we zeker van. Dit is mijn weekendvoertuig maar. De weekendvoertuig. Ah ja, oké. Okay. Voertuigflow. Nou, die hebben we sowieso met heel veel dingen. Diertjes. Bomen. Hard werken loont. Nou ja, dat kan je wel zeggen over de subs inderdaad. Dat is gewoon niet normaal. Wat? Dat meen je niet. Donatie! Maar waarom ook? Philippe01B heeft 25 euro gedoneerd voor jouw harde werk. Welkom bij HD Games. Ongelooflijk weer. Nou, kom aan, Mava. Dat kan je niet doen. En Philippe ook niet. Nee. Het is ongelooflijk weer.
Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Ja. Mava 2B1986 geeft een sub aan JVZ25. Ondertussen hebben we de credits kijken, heb ik nog nooit gezien. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Ja, ja. Mava 2B1986 geeft een sub aan Robbie Gom. Het is wel weer cool van je, hoor. Het is wel weer cool van je, Mava. 10 subgiffies. Ongelooflijk. Bij HD Games. Ongelooflijk. Ja. Ja. Mava 2B1986 geeft een sub aan Elkoro Visser. Toch weer 10 mensen die ook gewoon sub hebben en nu mee kunnen spelen de subserver. Nieuwe sub! Welkom ja. Bij HD Games. Mava 2B1986 geeft een sub aan Mike Heij. Voor al die mensen connect je Twitch aan Discord, want in Discord krijg je voordelen. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Ja, ja. Mava 2B1986 geeft een sub aan Richard Liggen-Knevel. Ja, wel lief. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Ja, maar zo kan je niet zijn, Rakai. Zo kan je niet zijn. Mava 2B1986 geeft de sub aan Jelte 210. Ongelooflijk, ja. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Mava 2B1986 geeft een sub aan globale liggen-streepje toestel. Ongelooflijk, ja. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Ja, het kwam wel liefde in de chat voor Rakai en Mava. Mava 2B1986 geeft een sub aan Mr. Bradley Griekse Y 0 liggen-streepje 0. Ongelooflijk, ja. Ja. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Mava 2B1986 geeft een sub aan Joost Vrachtwagen. Ongelooflijk, hoor. Echt ongelooflijk. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. We gaan ondertussen even een rondje rijden. Niet normaal, ja. Mava 2B1986 geeft een sub aan Pura BASE. Thanks for all the follows, trouwens. Dankjewel. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Rakai 024 geeft een sub aan Epic Ramon HD. Nou, voor alle subs trouwens, ik ga jullie eventjes een alternatief Nieuwe bieden, sub. Tijdelijk. Welkom bij HD Games. Ja. Rakai 024 geeft een sub aan NXND7. Ja, ja. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Het laat duurt wel lang trouwens. Rakai 024 geeft een sub aan Game 13 Pro. Jemmerij. Eindelijk, hij doet het. Oké. Okay. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Hallo.
ze uit. Gaan. Rakai 024 geeft een sub aan Lava Lampier. Ik ga heel even kijken voor alle mensen die sub hebben. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Zo. Rakai 024 geeft een sub aan AOD liggend streepje Joey. Ah, het is wel lief van joh, Rakai. Jeemige. Maar hou het lekker bij je. Nieuwe hou het lekker sub. Bij je. Welkom bij HD Games. Ongelooflijk, ja. Niet normaal. Zo. Bij joinen. Voor alle mensen op sub zijn, hetzelfde wachtwoord. Rakai 024 geeft een sub aan TurboTinus88. Dus iedereen die sub is, join even tijdelijk deze. We gaan even een rondje rijden. Nieuwe sub! We hebben een autootje of zo. Bij HD Games. We gaan wat buggy nemen. Rakai 024 geeft een sub aan Staniaboy008. Hoppatee. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Rakai 024 geeft een sub aan Tijnemanstem. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Rakai 024 geeft een sub aan William 538. Ja, het is wel gul Rakai, maar hou het bij je. Nieuwe sub. Hou het bij je. Welkom bij HD Games. Ja. Rakai 024 geeft een sub aan Ferry Beer. Ongelooflijk, zoveel mensen wel weer blij, hè? Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Ja. Rakai 024 geeft een sub aan G1JS liggend streepje 1445. Voor alle mensen die nu een subje hebben mogen ontvangen, connect in ieder geval je Twitch-account aan je Discord-account, want in de Discord-server krijg je extra voordelen en kan je dus meespelen op de subserver. En heb je nog, zoals ik al zei, nog andere voordelen in de Discord-server. Dus ga dat zeker checken. En chat, gewoon wel liefde in chat voor Rakai en voor Mava. Voor alle mensen die trouwens sub zijn of lid zijn op YouTube en normaal gesproken de subserver kunnen joinen. Ja, die ligt er nu helaas uit. Nitrado werkt aan de oplossing. Maar je kan wel deze server joinen. Exact hetzelfde wachtwoord. Join hem zou ik zeggen. Ga even een klein rondje rijden, gewoon voor de lol. Ga ook niet beuken, maar gewoon even een klein rondje, map tour of zo, weet ik veel wat. We moeten toch wat, hè? We moeten toch wat. Er zijn nog twee plekken vrij, zo te zien. Dus eventueel kunnen er nog mensen, één zelfs nog, denk ik. Of zit hij vol? Hij zit nu helemaal vol. Ja, ik denk dat we gewoon even een rondje moeten rijden dan. Dan gaan we even een rondje Elmkrie rijden en gaan we even kijken. Laten we eerst richting de bestaande boerderij gaan of zo. Wel lachen. Oh joh, wat een leuk bord. Wat een leuk bord daar zo. Kijk, dan staat er nog eentje. Wel tof. Ja, nou ja, welkom bij Elmkrieg, chat. Lijkt een beetje op Ellengrad. Toch ander land en toch andere dingen, maar goed. Het lijkt erop. Ja, we gaan hier links de BGA bouwen. Ah ja, ja. Nou ja, goed. Nou ja, goed. Hier heb je wel die bestaande boerderij. Ik heb natuurlijk nu eventjes een CVM staat zonder dat huis gebeuren daar en zo. We gaan hier eens even een kijkje nemen. Ja. Is wel geinig. Is wel geinig. En allemaal scheuren hier zo. Nou, zit je bij Elmkrieg? Omdat de subserver, daar wordt nu momenteel aan gewerkt. Daarom. Ja. Komt goed. Ja, ja. Trouwens, wat nog wel leuk is voor de map Elmkrieg. Ik weet niet of mensen het weten. Maar ik ga jullie wat laten zien. Dus we gaan even deze kant op. Want in deze map kan je namelijk ook door grotten heen.
Ik weet niet of mensen dat weten überhaupt. Maar ik zou zeggen, laten we die kant even opgaan. Pak even de snelweg, een stukje sneller denk ik. Al is dat realistisch gezien niet helemaal veilig. Maar we kunnen daar wel even kijken. Dan gaan we hier eventjes rechts zo. Huppatee, snelweg op zo. Ah, wel leuk toch? Ah, mensen gaan zelfs door het gras heen. Ja, nee, top. Ik vind wel dat die auto traag rijdt voor een snelweg. Of ligt dat aan mij? Ik weet niet hoe hard ze hier rijden trouwens, dat i-traffic. Alleen voegen zo. Ja. Kijk naar Dolhof. Ja, Dolhof is het ook daar inderdaad. Dat ben ik met je eens. Zeker weten. Zeker weten. Ja, zeker. Ja, ja. Goldcrest Valley staat... Wacht eens even. Goldcrest Valley. Is dat niet een referentie naar een oude map? Ja, toch? Niet. Dat doet mij denken aan de andere map in Farming Simulator. Ik kan het mis hebben hoor, maar... Ja, volgens mij wel slechts Viking, ja. Het doet mij denken aan een... welke map is dat dan, Goldcrest Valley? Is dat niet Farming 17 of zo? Is dat het niet? Farming 15 kan niet, nee, dat kan niet denk ik, nee. Alternate Farm is er ook al? Ja, klopt, ik heb hem gezien inderdaad. Oeh, hij heeft er wel moeite mee omhoog te rijden. Maar wel tof interieurtje zo. Dan ben je naar links toe. Mooi. Oeh, dat i-traffic. Bijna fout daar. Iedereen rijdt er ook gewoon vol mee. Ja joh. Even kijken, de rotsen zijn hier voor ons. Dus we gaan daar even een kijkje nemen. F-17 ja? Oh ja, wel F-17, oké. Oeh, deze bouwhekjes wil ik placeable hebben. Kijk nou joh, wat leuk. Ja, deze hekjes die wil ik echt oprecht placeable hebben. Oh, als dat gefixt zou kunnen worden en dat voor cosplay, dat zou ik echt heel lijp vinden. Dan kan ik nog beter dingen bouwen in farming. Wat ben je aan het doen, boer Tim? Het is niet de bedoeling dat je op elkaar in gaat rijden. Dan wel op de subserver niet en hier ook niet. Oh, dan eetgelegenheid daar zo. Ja, jong. Gaan eens even kijken, joh. Waar is de ingang? Ik denk dat we nog een stukje verder moeten. Ah, en dan kunnen we daarbij dat zandpad naar links ofzo. Dat is het eerstvolgende pad wat we gaan krijgen. Ik weet ook niet of je daar helemaal heen kunt rijden. We hebben hier een ingang. Gaan we een kijkje nemen hier zo. Ja. Even kijken. Ja, hebben jullie wel eens de map Elm Creek gedaan of nog niet? Of is dit ook voor jullie allemaal nieuw? Oh, ik moet de andere kant op trouwens. We moeten, ik denk, even als ik de map ga checken, ik kan het niet zo heel goed zien, laat me hier even kijken. Ik denk dat we het beste, ja ik weet, ja we kunnen het beste hier rechtdoor, dus dat betekent dat we die kant op moeten. Het is wel over een voetpad heen, maar dat mag wel joh. Ja, vandaag zelfs nog, oh netjes, speel ik altijd op zich Jesse. Oké, okay, lekker bezig, nice. Ik het doen met de gators. Zo, ik zit inderdaad niet even op te letten, joh. Oeps. Dat was niet de bedoeling. Even kijken, en nu? Auw. Auw. Ja, zie je, nu moeten we naar rechts. Hier is allemaal zo gretig hier zo. Iedereen wil overal heen hier gelijk. Kijk, ga je deze map ook een dog maken alleen? Nee, dit is gewoon een testmappie. Het is gewoon tijdelijk. Ik dacht, ja, ik moet toch wachten. Dus kunnen we net zo goed met z'n allen een beetje rondrijden, toch? Oh, loopt deze weg niet dood? Oh nee, het einde van de weg kan je daar naar beneden, ja. Ik moet hier nog even een stukje verder rijden. Kijk hoe druk ook gewoon. Dit zijn maar 8 mensen, hè. Volgens mij kan ik hem niet eens op 16 zetten. Gaan we hier naar links toe? Zo. Gaan we hier even naar beneden. En oeh, het gaat hard door hier zo. Kijk waar we dan heen moeten. Een beetje een wirwar hier zo. Ik denk dat we het beste daar naar rechts kunnen. Zouden we eventjes daar naar beneden moeten hier?
Laten we dan even hier langs gaan. Even kijken, nog niet. Maar wel leuk dat jullie de subs een rondleiding doen. Ja, dat is toch leuk. Nee, we moeten ook de andere kant op, jongens. We moeten even omdraaien. Iedereen staat netjes in een treintje hier zo. We moeten even terug. We gaan verkeerd. Wat, hij gaat door rotsen heen? Fout in deze game? Nee, joh. Hey, ik wil niet de game afkraken. En in theorie doe ik dat ook niet. Ik benoem alleen de fouten, meer niet. Kijk, we gaan hier naar rechts toe. We gaan van deze kant op. Ja, doe naar deze. Ik ben de subs even rondleiding aan het geven op deze map. Oké, parkeren we hier onze voertuigen. Zo. Huppatee. Eroverheen. Nou jongens, stap uit zou ik zeggen. Stap allemaal uit. Even kijken hoor. Ja, top. Kijk wat Nitrado zegt, momentje. Oké, jongens, welkom bij deze tour. Vandaag gaan wij de speciale grot in. Die grotten zijn er al sinds 1935, weet je wel. En super gevaarlijk, dus blijf allemaal bij elkaar. Ik zou zeggen, doe even allemaal een bouwhelmpje op. Het is al wat veiliger en zo. Ik heb zelf namelijk ook al een helmpje op hier zo. Ik zou zeggen, doe even allemaal een helmpje. Dat is wel wat veiliger, denk ik. Vooral als je zo meteen de grot in gaat. Ja. Als er mensen zijn die bang zijn voor ongedierte, kan ook gebeuren hier zo. Maar gewoon doorlopen. Gewoon doorlopen. Ja, nee, er is een wijzolder van Helmkriek. Ik weet het ja. Ik weet alleen niet waar die is. Maar die kunnen we straks ook nog wel doen. Iedereen helmpje op, jongens. Die, Daniel heeft nog geen helmpje. Chrisje ook. Ja, Chrisje heeft wel een helmpje. Nice, nice, nice. Alleen Daniel nog niet. Ik zou het toch adviseren, hoor. Het is heel gevaarlijk daar zo. Oh, EF heeft hem ook al. Ja, netjes. Netjes. Ja. Ja, ja. Ja, goed. Welkom bij de rondleiding, jongens. We gaan vandaag de grot in. Ze zijn vanaf 1935 ontdekt. Het is ook een beetje nat binnenin. Je moet ook een beetje kruipen op sommige plekken. Maar ik denk wel dat jullie dat allemaal kunnen. Ja, ik zou zeggen, volg mij. We gaan even rustig hier naar beneden hier zo. Pak even al wel je zaklamp trouwens. Want het is heel donker binnen ook. Het is handig ook wel zo'n zaklamp. Kijk, HD, er zijn collectibles die je kan verzamelen in Elm Creek. Ik weet het, klopt. Klopt, ja. Gaan we hier niet van naar beneden toe? Nou, we zijn hier aangekomen bij het watergedeelte. Hier stroomt water naar beneden. Oh, iedereen rent al meteen een rot in daar zo. Zonder gids. Levensgevaarlijk. Zou ik niet adviseren, maar we gaan even kijken nemen. We gaan weer even langzaam naar beneden lopen. Oh, joh. Ja, joh. We springen allemaal naar beneden hier zo. Oké. Goed. Nou, die kant kunnen we dus niet op. Dan gaan we even deze kant op. Je moet hier trouwens zo springen zo. Anders val je in het water nu. Heb je dat schoenen. We kunnen lopen inderdaad. Ja, ga maar jongens. We zitten allemaal vast hier zo. Ja. Nee, top. Ja, hier komen we aan bij het beruchte plekje hier zo. Hier is in het middeleeuwse gedeelte is hier een eenhoorn ontdekt. Met zo'n bouwhelm ook nog. En tevens zijn hier kippen gespot. Die lopen nog ergens in de grotten rond. Weet alleen niet waar. Maar ze leven nog wel ergens. Lijkt een beetje op een dinosaurus die kip. Maar hij is er nog wel. Dus als je hem tegenkomt, maak een foto zou ik zeggen. Goed, gaan we even verder. Boe zegt die Lano, ja. Oké. Dan gaan we weer even verder zo. Hier moeten we weer omhoog klimmen. Sterk omhoog. Ik kan anders ook een touw naar beneden gooien als dat nodig is. Maar ik denk dat iedereen het wel kan. Ja, ja, prima. Mooi. Welke map is dit? Dit is de map Elm Creek. We gaan hier op expeditie in de grot. In de middeleeuwse grot. Kijk, hier hebben we ook nog een collectible. Dit is een triggertje. Kijk, die kan je zo vinden. Hoppatee. Die is hier achtergelaten nog. We hadden in die tijd ook al speelgoedtrekkers in 1935. Dus dat is ook wel mooi natuurlijk. Zeker, zeker. Ja, gaan we hier naar buiten volgens mij. Ja, gaan we hier lekker naar buiten toe. Nou, dat was de rondleiding. Hij was kort maar krachtig. Wat vonden jullie ervan jongens? Wat is jullie mening? Heb ik het goed gedaan? Hadden jullie dit ook verwacht? En zijn jullie de kip nog tegengekomen? Dat is de vraag natuurlijk hè. Hebben jullie de kip nog gezien? Of niet meer?
Doe. Pak ons eigen voertuig weer even terug. Hij heeft op ontdekkingsreis een elf gekregen tot de server gefixt is. Ja, klopt. Klopt. Even kijken hoor. Ik ga niet raad even beantwoorden. Hey Mel, leuk dat je erbij bent, welkom. Goedenavond in ieder geval. Chat, waar is dat Dolof eigenlijk? Ik hoorde net in chat dat er inderdaad Dolof was. Ik heb zelf ook op de factsheets destijds een Dolof gezien. Maar weet iemand waar dat is? Ik heb oprecht geen idee waar dat Dolof is eigenlijk. Even kijken, HD is op ontdekkingstocht. Ja, ja, precies. Dit is de BGA-opening. Ja, totdat de server werkt. Oh ja, oké. Okay. Hoppatee. Nee, server is nog niet running, jongens. Nog niet. Nog niet. Even kijken, waar staat Dolof? Iemand een idee? Linksbovenin, zegt iemand. Oh. Oeh, een safe. Linksbovenin. Hier zo dan? Ja, is het hier zo dan? Of niet, chat? Is hier serieus dat Dolof? Ik heb oprecht geen idee eigenlijk. Hey Appeltje, leuk dat je erbij bent, welkom. Even kijken, HD, ga naar de map en dan zie je ergens mais met gaten. En dat is een Dolof. Mais met gaten. Mais met gaten. Welkom bij HD Games. Ik zie serieus geen mais met gaten. Vlak naast je dat gele wat in het water. Aan de bovenkant. Oh, kijk er overheen dan. In het midden bovenin. Is dit het? Is dit serieus? Oh, dit is het, ja? Oh, dan gaan we daarheen. Dan zit niet linksbovenin. Naast veld 11. Nou, we gaan daar wel even kijken. Nou, veld 11 is weer helemaal ergens anders. Dat, nou, wel, het is wel, ja, redelijk in de buurt, hoor. Nou, we gaan er even kijken dan. Ik moet alleen even kijken wat de weg terug is, trouwens. Volgens mij moesten we hier omhoog. We kunnen zo weer de weg opraken, denk ik. En we gaan wel even kijken in de Dolof. Dat is wel leuk, denk ik. Ik heb serieus dat Dolof nog nooit gedaan. Wat ik zei, ik heb het alleen op de factsheets een keer gezien. Volgens mij was het deze kant op, dacht ik. Niet. Nee, er was nog eentje omhoog, hè? Nou, volgens mij was er nog eentje omhoog. Iedereen is even aan het steken daar zo. Niet. Nee, het was niet deze kant. Maar op zich, we komen er wel. Pakken we gewoon deze route. Ja, die Lana, hoe kan dat nou weer dan? Hoe kan dat nou weer? Onderweg naar Dolof. Ja, we zijn onderweg naar Dolof, inderdaad. Oh, mag ik even wat liefde in de chat voor Nitrado? Het bedrijf is echt gewoon... Sorry, hoor. Oh, ongelooflijk. Wat een liefde ook gewoon. ja, ik vraag aan Nitrado van... Hey, laat me alsjeblieft weten als het weer werkt. En dan gaan ze met humor terugreageren. Top bedrijf. We gaan kijken of de subserver weer doet. Even kijken hoor.
Ja, ik kan het helaas niet laten zien, chat. Maar ja, ga ervan uit dat ze gewoon... Ja, ze reageren altijd zo leuk. Kijk, die reageren wel. James reageert niet. Dat is het verschil, hè? Dat is het verschil. Ja, ik ga even kijken of de server weer werkt. Als dat zo is, dan gaan we daar even kijken. Maar daar kwamen we uiteraard voor. Ah, hij werkt weer. Dus voor alle mensen die subs zijn, check de subserver trouwens. Wel verlaten. We gaan eens even kijken. Oh joh, 3 servers, ja. Oké, ja, die was die van net. We gaan deze even joinen. Kijk, ik heb vandaag iets meegemaakt met mijn haar in E-Games. Want ik had deze ochtend een soort van haarlak in mijn haar gespoten. Zodat mijn haar wat beter ligt. En op een bepaald moment zegt een medeleerling tegen mijn haar is grijs. Ik denk van, dat kan niet. Toen heeft een van mijn klasgenoten een foto van genomen. Mijn haar was echt grijs. Wat? Wat heb je dan gedaan, Kanan? Hoe dan? Oké. Ja. Ja, precies. Ah ja, oké. Nou, ik hoop dat het niet te erg voor je was. Maar zoals naar uit is vallen mensen, de subserver staat weer online. Dus we gaan even kijken. Liefde voor degene die dat heeft gefixt heeft. Ja. Ik kan nooit iets slechts zeggen over Nitrado. Ze staan altijd paraat. Ik hoef maar 1 keer iets te vragen. Het is meteen... Hey, wat kunnen we voor je doen? Het is echt, ja, ik waardeer Nitrado wel. Ja, en ik gebruik het zelf sinds 2017. Sinds vorig jaar ben ik partner met ze geworden. En ja, nooit probleem met het bedrijf. Nooit. Die communicatie daar zo. Perfect, perfect. Ik kan niet weten dat ik er een foto van. Moet ik anders straks een foto van sturen, denk ik. Is niet verplicht, denk ik dan. Maar ik vind het aan de ene kant raar. Hoe kan je haar dan grijs zijn, zeg maar? Gek. Waar blijft hij op 100% laden trouwens? Misschien omdat we te veel mensen op 1 keer willen joinen? Ligt er weer uit? Nee, ik hoop het niet. We gaan even kijken. Ik hoop niet dat hij weer crasht hoor. Doe. Ik zie hem hier wel staan. Maar hij staat online. Ik ga nog even proberen. Ik vind het raar dat hij op de 100% laat ook gewoon. En trouwens, niet alleen dat. Ook Giants had problemen. Sinds gisteravond. Als mensen servers willen joinen. Dan krijg je een melding van, oh, je kan er niet in. Dat is een fout bij Giants. En ik hoop dat het opgelost is. Maar ik denk het nog niet. Allee, wat is de code? Voor de subserver, uitroepteken FS22. Dan krijg je iets meer uitleg daarover. Ja. Weet het spel aan E-Games? Farming Simulator 22 staat tevens ook in de titel vermeld. Ja. Ik heb een error. Wat voor error heb je, Jesse? Ja. Kijk, HD, iedereen heeft hetzelfde als jou. Kan ook aan Giants liggen. Dit wil niet zeggen dat het aan het server ligt. Want wat ik al zeg. Giants zei gisteravond al. We hebben problemen met onze servers. Kan voorkomen dat je niet kan joinen. Ik hoop niet dat we dat hebben. Dat denk ik niet, Philip. Want bij Nitrado staat hij letterlijk aan. Hij staat letterlijk aan. Ik heb het hier letterlijk voor me. Ik ga mijn farming even opnieuw opstarten. Stop de game. Tevens ga ik gelijk even mijn farming kleren met log dingetjes. Even kijken hoor. Even kijken. Hier, deze kunnen we deleten. Deze kunnen we nog deleten. Hoppatee. Dan gaan we nog een poging doen. Ja.
Ik zie linksbovenin het beeld een rode uitroepteken en zegt kan moment de server niet joinen. Ja, is het niet raadsfout? Denk het niet, want hun server runt. Ah, even kijken. Nu zit het op 10%. Bezig met verbinden. En heb je letterlijk de game zien? Ja, top. Farming heb ik nu ook opnieuw opgestart. Ja, ik weet ook niet of dat farmprobleem geholpen is. Ik zal eens even kijken. Ik zag wel dat er heel veel kritiek was vandaag naar Giants. Ze hebben het serieus nog steeds niet gefixt. Op 21 februari, dus gisteravond, om 11:50... zei Giants dat er problemen waren met de servers. Dat multiplayer servers problemen ervaren, niet kunnen joinen en dat soort dingen. En dat is nog niet eens gefixt. Gewoon nog steeds niet. Hoe dan? Hoe dan, Giants? Ja. Oh, je zit erin, Pixel Gaming? Oh, oké. Okay. Dan hoop ik dat hij joint. Allee, welke PC heb je? Ik heb mijn PC samengesteld voor allerlei dingetjes en nog wat. Geen standaard PC. Dan zit je er echt al in, Pixel. Oké. Okay. Okay. Ja, ik had ook gewoon verwacht, weet je. We kunnen gewoon farming doen en we kunnen even wat dingen bouwen en zo. Maar helaas loopt het anders dan verwacht. Oh, hij laat bij mij verder. Het duurt even. Hey, nee, waarom kunnen alleen mensen met een sub op de server? Omdat het letterlijk een subserver is. En waarom is dat? Mensen kopen een sub op Twitch of worden lid op YouTube om mij te supporten. En in ruil daarvoor wil ik ze iets teruggeven. En dus in samenwerking met Nitrado hebben we gewoon een farming server gemaakt. Die we weer gewoon terug kunnen geven aan de kijkers die mij supporten. Ik wil altijd mensen die mij supporten altijd iets teruggeven. Ten alle tijden. Ten alle tijden. Ja, trouwens, nu daarover gesproken te hebben, ik mis gewoon letterlijk dingen. Philip, ik wil je nog bedanken voor 25 euro donatie. Lusten bij de omkostenvergoeding en laat ook nog weten van jouw harde werk. Thanks Philip, wordt zeker gewaardeerd. Ook Mavo nog met 10 subgiffies, Rakai met 10 subgiffies. Ja, voor Rakai, voor Philip en voor Mava, maak alsjeblieft een ticket aan in de Discord server. Oeh, 96, we zijn er bijna, we zijn er bijna. En ik hoop dat de lag weg is. Ja. Ja, ja. Is er een nitrade voor ETS 2? Nee. En waarom is dat er nog niet? Omdat SCSS software, de maker van Euro Truck, nog niet zo ver is. Zodra SCS dat heeft en zij hebben dat ontwikkeld, dan kunnen ze dat sturen naar nitrade. Nitrade kan dan weer een server maken. Dat is hoe het werkt. Ja, gejoined today? Kijk, top. Mensen kunnen de server joinen. Ik heb werkelijk geen idee wat in logcodes zijn van dat account. Oké. Okay. Wachtwoord, dat doe ik mee op PlayStation 4. Je moet eerst lid worden of sub nemen. Alleen dan kan je de server joinen. Hey, we zijn er weer, jongens. Ja, ja. Met een klein bedrag aan 20 miljoen. Als dat dan nog niet genoeg is op deze server. Wel ongelooflijk. We gaan eens even kijken bij de BGA. Is het een beetje goed ingeladen? Het is een beetje goed ingeladen. Oh. Zeg, over Kuilen gesproken te hebben, hè? Wat is dit? Wat? Jeemig, joh. Kijk dan. Niet normaal, hè? Het is echt gewoon niet, maar ook echt niet normaal. Twee freaking huilen, de hele Kuilen vol. Kijk dan. Wauw. Wauw. Niet normaal. Oh, Sipper is ook bijna gewoon rachvol in één keer gewoon. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik ga een trekkertje pakken. Wat? Ga na? Nee, ik wil geen dingen aanstarten. Zo. Voordat ik met de trekker ga rijden, gaan we eerst even kijken of we een beetje lag hebben. Trouwens, gaan we eerst even met de trekker rijden. Dat wil ik zeggen. Goed gezegd, dat denk ik. Hallo? Ik kan geen gas geven. Is het lag of... Beetje lag, hè? Voor de mensen op de subserver, ervaren jullie lag of niet? Want ik zie bij Nitrado dat hun servers prima lopen namelijk.
Ik ga even kijken bij Nitrado. Dan kan je sub worden. Uitroepteken lid of uitroepteken sub. Dat is een keuze die je kan maken. Nou, hij rijdt. Oeh, ja, kom maar. Oké, okay, ik ga jullie even meenemen. Chat, ik ga jullie de BGA laten zien. Laten we die kant op gaan. Wat een Lego gewoon. Giants. Ik wil net niet Giants afkraken. Wil ik niet doen. Maar we gaan even kijken. Tot nu toe werkt het, gelukkig. Oh ja, de grond is niet ingeladen. Hoe bedoel je fout in deze game? Ik join alweer opnieuw. Alhoewel, daar kan ik er zo meteen niet meer in. Laat maar, ik ga wel verder. Lijkt heel erg. Gaan even kijken. Zonder dit. Het kan te maken hebben met Giants hoor. Want wat ik zeg, ja, hun servers hebben problemen. Ik spreek Nitrado wel aan, maar misschien is het Giants gewoon. Oh ja, ik word er ook uitgekikt, zie ik. Top. Even kijken jongens, moment. Blijf positief hè, dat is het belangrijkste in het leven hè, chat. Blijf positief, ten alle tijden. Ten alle tijden. Jij zat vanmiddag een multiplayer probleem. Klopt, gisteravond ook al. Ja, we gaan het zien. Deze melding, exact deze melding, is een fout van Giants. De servers liggen eruit. Of plat, of wat dan ook. Dus ik denk dat ik Nitrado moet bedanken, maar dat gewoon de fout bij Giants ligt. Dus ik ben bang dat we geen farming kunnen doen. Maar ik wil niet opgeven. Ja, de Nitrado server runt letterlijk, chat. Het ligt niet bij Nitrado gewoon. Nee, Giants afkraak veel leuker. Ik vind dat ik Giants niet afkraak. Ik zeg alleen letterlijk wat de fouten zijn. Ik ga niet opeens, omdat ik partner ben, zeggen... Ja, maar chat, deze game is geweldig, hé. Nul fouten, koop deze game. Dat ga ik niet doen. Dan ben ik jullie aan het voorliegen. Servers plat bij Giants? Nog GTA 5? GTA 5. Ja, laten we dat niet doen. Nee, laten we dat niet doen. Nee. Weetjes 2? Ja, chat. Wat, stel dit werkt niet, hè. Wat dan? Euroter? Kijk, ik heb nooit problemen met een server. Dat is apart. Want ik kan me herinneren met de release van Farming 22... dat de servers elke avond plat lagen. Dat er zoveel mensen op waren aan het spelen. Ja. Of met je friends. Dat is wel geinig. Dat is wel geinig. Ja. Kijk, als ik in de Discord call ga, gaat mijn audio weg? Ik weet niet. Heb je de audio misschien goed ingesteld in Discord? Misschien staat het net anders. Ik kan mijn trigger weer even pakken. Maar mensen zeggen wel per euro terug, hè? Ja. Ja. Dan loopt mijn streamer ook nog eens vast. Heb je überhaupt al gespeeld? Er wordt continu uitgehoord. Ja, we hebben straks een rondleiding gedaan. Dat hebben we gedaan. Ja. Klopt. Nou, ik hoop dat het gewoon werkt. Tenminste... Voor nu werkt het. We gaan even kijken. Wat vind je van de nieuwe update die gaat komen? De nieuwe update van farming? Ja, weet ik nog niet. Er is geen changelog, dus we kunnen niet zien wat er gefixt gaat worden. Ik denk oprecht dat het probleem ligt bij Giants, chat. Ja, ik denk het oprecht wel. Het is dat ik niet de statistieken van mijn server kan laten zien in verband met privacy en dat soort dingen, maar... ja, bij Nitrado runt het gewoon vloeiend eigenlijk. Allee, heb je een PlayStation 5? Nee, heb ik niet. Nee. Nee.
Ja, ja. Kijk, geen Aerotrack, please. Waarom niet? Aerotrack is wel een goede game. Met de lag, yep. Oké, nou ja, goed. Als ze de lag even negeren. ik vind het zo vervelend, maar ja, goed. Alsnog blijf ik positief. Dat is belangrijk. Blijf positief, chat. En ongeacht welke situatie, blijf positief. Dat is een tip van mij. Komt allemaal wel weer goed. Komt allemaal goed. Wanneer Dolof wat denk ik? Ja, kunnen we beter niet gewoon een Dolof joinen gewoon. Ongelooflijk, hè? Dat zou misschien nog kunnen ook wel, ja. Ja. Ondanks alle problemen, maak je er een leuke video van. Dat meen je niet. Donatie! Ja. Zeker, zeker. Ja. Rakai 024 heeft 1000 bits gedoneerd. Positief blijven, we hebben altijd nog het 2 haha. Zeker waar, topbedrijf SCS Software. En of inderdaad. Thanks Rakai voor je 1000 bits, man. Wordt zeker gewaardeerd. Ja, ik wil tegen je blijven zeggen, hou het bij je, maar... Ja, ik weet dat je het kan missen, dus... Ja, maar alsnog, hou het bij je. Alsnog. Ja, chat, gooi wat liefde in chat van Rakai. Ongelooflijk. Vorige stream al gewoon talloze subgifjes. Zoveel mensen blij. Deze stream met 20 of meer zelfs. Wat? Bizar. Dat meen je niet. Donatie. Ja. Oké. Oké. Rakai 024 heeft 500 bits gedoneerd. Ja, precies. Hou het bij je. Ja, thanks voor 500 bits. Ja. Oh, ik zie soms mensen vragen in de chat om die vragen om sub of lid te worden. Ik persoonlijk zou ik je aanraden dat niet te doen. Want moderators duiken daarop. Doe dat niet. En ik vind dat ongelooflijk en best wel slecht dat je dat ook gewoon doet. Je moet blij zijn als je subje krijgt. Ga er niet om zeuren van, hey, geef mij ook sub, man. Nee, nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Ja. Dus, we kunnen weer. We kunnen weer. Ik krijg hem af voor lang dan. Maar we gaan weer even die trigger in. Oeh, ja. Door de lag zijn we op elkaar ingereden, zie ik. Komt goed. Hoppatee. Oké, goed. Chat. We zijn bij de BGA aangekomen. We hebben natuurlijk in de vorige livestream natuurlijk de hele BGA gebouwd. En hij is dus helemaal klaar. Alleen... Hij is gewoon net nieuw. En hij is nu al helemaal vol. Hoe dan? De subs, die werken zo ontzettend hard. Het is echt, maar ook echt niet normaal. Ja, het is echt niet normaal. Niet normaal, ja. Want hey, jullie zijn strijders. Thanks, Jaden. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij deze livestream. Ja, chat, ik had jullie graag wat bouwdingetjes willen laten zien. En graag ook de BGA en dat soort dingen op een fatsoenlijke manier. Maar ja, helaas werken de servers bij James niet helemaal optimaal. Waardoor we dus wel wat problemen hebben, helaas. Ja, goed. We komen in ieder geval op de BGA aan. Je hebt twee weegbruggen, zowel links als rechts. Links is de route waarbij de BGA verlaat. En rechts rij je dus gewoon de BGA op. Ook kun je ervoor kiezen wat je komt doen bij de BGA. Als je naar iemand de boerderij of het BGA oprijdt en je hebt je hier gewogen in het begin, dan kan je hier naar rechts toe. Om bijvoorbeeld ervoor te kiezen om drijfmest of digestaat mee te nemen of te lossen. En als je rechtdoor gaat rijden, dan kom je puur voor de kuilen en kan je dus gewoon letterlijk de kuilen vullen of leegrijden. Ik zou zeggen, laten we eerst hier naar rechts gaan. Want we hebben ook de klaarzettel trackpack die daarachter staat. En ja, zoals je ziet, we hebben gewoon wat topblokjes toegevoegd. Hier nog een elektriciteitding of zoiets. Ook wel wat kleine pallets neergezet, huisjes neergezet. Alles om leuke details toe te voegen. En zowel hier dus ook de klaarzettel trackpack, DLC. Super top apparaat trouwens, al mocht je hem niet hebben. Check uit op tegen DLC in de chat, het is echt een hele mooie DLC. En ook gewoon de pijpen voorop en zo, de trailer, de slangen die eraan zitten. Goede details, zeker. Dus dat is wel nice. Hier kan je dus in ieder geval digestaat of
ja, drijfmest vullen of legen. Dat kan niet dus aan de linkerkant zoals je ziet. Volgens mij was deze eerste voor drijfmest. En met deze pijp voor digistaat, dacht ik. Dat is wel tof. Ook daar staan nog wat tonnen. Allemaal een beetje ter decoratie. Hier nog een trailer voor drijfmest te leveren of digistaat. En dan klaar staat de trekpijp die op het land bezig is. Ook daar is aan gewerkt. Nou ja, als je hier dan rechtdoor gaat, ga je richting de kuien in ieder geval. En dan van die kant op, als de lek voorbij is. Mag de DLC niet. Dat is zonde. Ja, ja. Maar niet getreurd, hè. Weet je, er zijn genoeg andere dingen die je kunt doen, hè. Ja. Dus daarom. Ja. Wat? Pre-order cadeau? Wat is een pre-order cadeau? Wat is daarmee, Donnie? Nee, je komt niet meer in farming, maar trekkers staan er op het veld. Ja, kan je niks aan doen. Dit is niet jouw probleem in principe, hè. Dit is, lek, daar kan je niks aan doen. Dus ik neem ook zeker geen enkele kijker kwalen. Geen zorgen. Geen zorgen. Als jij door een fout uit de game wordt geknikkerd en je komt er nooit meer in principe die dag, dan ja, neem ik je dat niet kwalijk. Oké, dan hebben we hier nog een schuur voor onze shovels. Die kan hier lekker parkeren. We hebben hier ook nog een ramp gebouwd. En met die ramp kan je dus bijvoorbeeld een trailer makkelijker laden met kuilvoer of kaf of wat dan ook. Dus dat is op zich wel nice. En ja, we hebben gewoon net, maar ook net een nieuwe splinternieuwe BGA. En besef dat ze nu al helemaal rakvol zitten, hè. Dat is echt niet normaal, hoor. Dat is echt niet normaal. Even wat liefde in de chat voor alle mensen die sub zijn of lid zijn op YouTube. Want ze werken echt gewoon letterlijk dag en nacht op de subserver om gewoon alles, maar ook letterlijk alles vol te stampen gewoon. Elke keer weer. En zelfs nu, vandaag, heb ik weer te horen gekregen van subs die zeggen, hey, nee, kan die BGA niet even iets groter? Maar hoe dan? Maar hoe dan? 6 miljoen kuilvoer is het? Ja, bizar. 6 miljoen, hè? Hoeveel geld gaat dat wel niet opleveren? Wauw. Voor die nog een gebouw met twee grote ja, silo's. Kan ik het silo's noemen? Nou ja, in ieder geval nog wat schuren hier links. Dit is voor het graspult zoals de automatische balentrailers of de opraapwagens. Die zijn nieuw trouwens die we hebben. Die komen ook uit de mod-up. Staat ook in de mod-up. Dus al mocht je die zelf willen hebben, check ze daar zou ik zeggen. Ook hangt dit flesje nog eraan voor dat kelvoer toevoeging. Dus dat is ook wel nice. Moeten we slapen of niet? Ik heb geen idee. Oh, hier staat wel een trailer. Nou ja, hier nog wat details toegevoegd. Zoals je ziet, wat buizen. Autootje. Je kan hier je trekker schoon spuiten. Ook nog. Dan hebben we naast deze schuur. Oh. Naast deze... Jemere. Naast deze schuur heb je dus nog twee balenpersen staan. Die staan er nu in dit geval niet. Maar die kan je hier dus wel parkeren. Nog een leuke repair trouwens. Ik heb een leuk gebouwtje toegevoegd. Want ja, een repair heeft nu ook een opslag nodig om bijvoorbeeld dingen op te slaan. Zoals gereedschap bijvoorbeeld. Logisch. Dus ook die is geplaatst. En de marathon aan doen, zie je dat? Ja. Daar is tegen gaan silage rijden. Is leuk met de truck. Nee, ik wilde eigenlijk gaan bouwen deze stream. Dat was mijn idee. Maar ik ben bang dat het niet helemaal gaat lukken. Dus ja, wat zullen we doen? Oprecht geen duidelijk. Lekker bezig, thanks. Meneer Dolf van Games met zoveel lek. Dolf met zoveel lek. Nah, nee, dat Dolf was gewoon voor de, ja, voor de lol een beetje. Meer niet. Meer niet. Ja. En dan hier nog thuis een zandberg, gewoon als een detail iets. Ik wist niet wat ik daar moest opvullen, dus ik denk, weet je, ja, voeg er maar gewoon wat zand toe. Dan lijkt het nog een beetje wat, hè. Ik weet niet hoeveel blokjes we nu hebben. Nou, kan ik ook niet zien. Zelfs dat is gewoon bugged in de game, hè. Je kan wel dat blokje zien hoeveel iets kost. PC-players konden hier altijd een blokjesaantal zien. Zelfs dat ook werkt gewoon niet meer. Ja. Dus dat is zonde. Ja. Laat dat dusver de BGA in principe. Kan je nog een balenwikkelaar kopen of huren? We hebben er al twee. Dus dat moet wel voldoende zijn, denk ik. Moet ik een game... moet ik hem resetten? Welke moet ik resetten dan? Deze? Ah, het is waarschijnlijk die balen, hè? Oeh. Oh, zo, dat duurde even, Giants. Hij is gereset. Ik zal deze ook wel even resetten. Kijk hoe lang die lag ook gewoon is. Die servers van farming liggen echt gewoon niet heel lekker.
What's up? Welkom bij HD Games. Maar waarom? Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk, ja. Mr. Muffy is nu lid van HD Games. Thanks, Mr. Muffy. Dank je voor het lid worden op YouTube. Maar je was al sub. Waarom dan ook nog YouTube lid? Je support wordt wel gewaardeerd. Dankjewel. Vind ik lief van je. Thanks. Dat is de reden dat ik singleplayer speel. Oh, ja, oké. Dat kan ik op zich enigszins begrijpen. Ja, ik vind het persoonlijk hartstikke leuk om met kijkers te spelen. Dat heb ik al in het verleden leuk gevonden en nog steeds. Ik vind dat super tof. En ik zit ook regelmatig met kijkers in call. Vind ik ook hartstikke leuk. Zitten wat leuk te gamen met z'n allen of gesprekjes te voeren of zo. Ja, vind ik gewoon leuk om te doen. Vind ik oprecht leuk. Trouwens, ik kan wel even de bouwplaats laten zien. Ik weet niet of we deze stream gaan bouwen. Kleine kans. Maar ik had het wel even alvast aan jullie laten zien. Want ook deze weg heb ik vernieuwd, zoals je ziet. Vroeger lag hier nog zo'n klein grindpaadje met wat gras ertussen en zo. Nou, ook dat is veranderd. Daar is nu een leuke asfaltweg voor teruggekomen. Plus, aan de linkerkant hebben we bomen toegevoegd. Dus ook dat is nog eens extra wat erbij staat. Natuurlijk hier de kassen nog rechts. Die worden binnenkort denk ik ook nog verbouwd. Ja, en hier links wordt eigenlijk een bouwterrein. Want hier gaan we extra dingen plaatsen. Dus dat wordt wel heel vet. Ik heb hier ook al een brug naartoe gemaakt. Er ligt ook al een sloot naast, zoals je ziet. Dus ik heb al wat voorbereidingen getroffen. Dus in principe kan hier straks gebouwd gaan worden. Dus dat is wel tof. Ja. Kijk, de balenwikkelaars wikkelen niet meer. Wikkelen ze niet meer? Wat? Hoezo niet? Maar ik heb eentje gereset, toch? Maar Rijkai? Ja, Kai, moet ik het goed uitspreken. En de lag valt nu al mee. Moet ik anders die balenwikkelaar pakken? Wil ik ook wel doen, hoor. Moet wel even helpen wikkelen. Ik denk dat bouwen niet heel verstandig is met de lag. Als ik dan misklik straks door de lag of zo, dan is het meteen verpest. Ik denk dat we dan beter de volgende farming stream iets kunnen bouwen. Kan ook wel. Ja, nogmaals, Chad, ik had het graag aan jullie willen laten zien. Maar James heeft problemen op het moment, helaas. Maar toch moet ik toegeven dat het nu, ja, redelijk goed runt wel. In ieder geval mensen erin zitten. Nou, valt mee op zich. Wil je metrekken met de wikkelaar alleen? Nee, ik wil die ook wel bij de shop pakken, hoor. Dan ruim ik die ook meteen op, joh. Pak ik die wel gewoon. Even kijken, Giants en updates gaan nooit goed. Nou, het feit is wel dat we bij de voorgaande update die we hebben gekregen, dat er serieus fouten mee zijn gekomen in die update. Dat is een feit, dat kan je niet ontkennen. Dat kan je niet ontkennen. Zo. Kijk, hebben we hier als goed de baal ontwikkelen? Of hij is al weg? Hij is serieus al weg. Jullie zijn snel, jongens. Jullie zijn heel snel. Ja. Ja, ik dacht bij de shop. Maar die is al weggehaald, Rakai. Hij is al weg. Kijk, zullen we deze stream heel druk doen? Nou ja, nu werkt farming weer. Dus op zich is het niet echt nodig. Nee. Dan blijf ik gewoon lekker farming doen. Ja. Kijk, Utrecht is op zich wel leuk, vind ik. Nu kan je nog maar met 8 mensen in multiplayer. Dit jaar hopelijk wordt het vergroot, zoals SCS dat zelf eigenlijk heeft gezegd. Dus ja, als je dan nog met meer mensen kunt rijden in Utrecht, dat zou echt fantastisch zijn gewoon. Ik zou dat echt heel vet vinden. Met een hele grote groep dat we met z'n allen gaan rijden. Dat zou wel vet zijn. Hey Wannes, leuk dat je erbij bent, welkom. Oh, ja, wil jij hem niet meer hebben dan, Rakai? Dan wil ik hem wel van je overnemen als dat mag. Dan ruim ik even met Trekker op. Dan kan die maaien nemen, maar ja, dat zal waarschijnlijk al gemaaid zijn. Nou, zal ik de gehuurde dan pakken, Dilana? Ik pak de gehuurde balen, Bikla wel. Kan ik hem daarna gelijk weer weg doen? Doe ik dat wel. Hey Jaden, welkom. Leuk dat je erbij bent, welkom. Even kijken, ik wil lid worden, maar ik mag geen geld betalen. Dan moet je dat ook niet doen, Robin. Hou je geld lekker bij je. Ik vind het super tof dat je erbij bent. En lid worden is ook niet verplicht, hè. Ik zeg altijd bij twijfel of als het niet mag, gewoon niet doen. Ja.
Ja. Het duurt lang met synchronisatie, jongen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het is altijd wel heel snel. Kijk, hey, heb je de 1.44 Unmarked Roads Explorations al gezien van ETS 2? Ja, zeker. Ook al speel ik veel farming, dan nog volg ik SCS Software op de voet. Elke keer weer, ja. Het blijven toch mijn favoriete gamemakers, persoonlijk. Dat, ja. Hey werkplaats toch? Leuk dat je erbij bent, welkom. Welkom. Oké, ik ga even zo'n balenwikkelaar huren. Dan gaan we even helpen balen wikkelen. Wij moeten dan deze hebben. Ik zal deze, wat zullen we doen? Allemaal 000. Dan weten we dat die gehuurd is. Zo, huren. Is het nog gelukt met de BKA de kuil in de grond te krijgen? Nee, dat is helaas niet meer gelukt, Dirk. Wat we wel hebben gedaan is gewoon de begane grond gebouwd in principe. Dat was wat wel lukte. Was ik haar op de server AD? Ja, dat kan ik begrijpen, Robin. Ik ben niet de enige. Ja. Ja. Weet je wat leuk is dan wel? Dat is wel een support naar Rakai toe en ook Maaf van de andere subgifters. Dat mensen die bijvoorbeeld geen sub kunnen nemen, door mensen die juist wel subgiften, die geven wel die gelegenheid. Oh, hey Robbie. Nee, je mag hem houden hoor. Je mag hem houden. Dus door de mensen die subgiften, is het wel lief natuurlijk, want ze geven wel aan andere kijkers een kans om mee te spelen. Dus dat vind ik wel heel lief. Welk veld moet ik trouwens balen wikkelen? Ik weet niet waar ik heen mag trouwens. Gewoon even kijken op het grasveldje aan de overkant. Oeh, er liggen al heel veel balen trouwens. Ja, ik weet niet of alles al gewikkeld is eigenlijk. Kijk, hier zit hem even, want dat werkt niet van mij. Oh, doe ik even voor je. Je hebt hem als goed afgekoppeld, denk ik. Ik kan hem niet pakken, wacht even. Uit. Alsnog klik op dat bolletje en gaat hij alsnog naar dat pijltje toe. Super realistisch ook. Kom jij 20 mil? Weet je, die vragen, stel ze aan de subs. Dat is beter. Stel ze aan de subs. Of aan de mensen die lid zijn. Ja, ik kan die vraag wel blijven beantwoorden, maar... Ja, het is bizar. Het is bizar. Ja. Join wave opnieuw. ETS 2 AD. Ja, weet je wat het is, Fiat? ETS 2 werkt natuurlijk perfect, maar ik wil niet opgeven. En ik ben ook niet iemand die snel opgeeft. Dus ik blijf het gewoon ten alle tijde proberen. Kijk, hoezo kan je geen MP als je FS 22 van Steam unlockt? Geen idee. Hé, mijn andere server is opeens weg ook. Gek. Wat gek. Bij Nitrado checken. Ja, dat doorzettingsvermogen. Dat sowieso. Dat sowieso. Ja. Dat sowieso. Ik ben niet iemand die snel opgeeft hoor. Echt niet. Echt niet. En misschien vindt jij het mij daarom een beetje vervelend. Want ik heb ze al 2 keer lastig gevallen in principe. Nou ja, is het lastig? Nee, het is geen lastig gevallen. Ik heb ze 2 keer gewoon letterlijk gevraagd van... Nee, het zit fout in jullie game. Hoe kan dat? Heel veel kijkers van mij maken een ticket bij jullie aan. Jullie reageren daar niet op. Hoe kan dat? En nooit reactie gekregen. Ik heb 1 keer gemaild. Daarna dacht ik van... Ah, weet je, dan gaan we nog een keer mailen. Geen zorgen. Maar ook daar helaas geen antwoord op gekregen. Hij staat er weer. Ja, ja. Ja, dat ticketsysteem is er ook. Alleen omdat het moet, volgens mij. Welk ticketsysteem bedoel je, Vicky? Of van Giants bedoel je dan? Ja, weet ik niet eigenlijk. Ja. Welkom bij HD Games.
Nou, van Giants, ja, ja. Ja. Ik vind persoonlijk ook wel, en ik had het gisteren met een aantal kijkers over. Ik vind, mijn mening, dat de communicatie bij Giants Softset toch echt wel beter mag. Als ik dat mag vergelijken met Nitrado, is dat echt een wereld van verschil. Nitrado is één keer vragen en bam, je wordt meteen geholpen gewoon. Bij Giants, als mensen daar een ticket aan maken, krijgen ze of een automatische mail of helemaal geen antwoord. Chat, wie van jullie heeft wel eens een ticket aangemaakt bij Giants en aangegeven van hey, ik heb een fout in de game. Je hebt hem gereport op andere problemen met je farming game. Hebben jullie daar een reactie op gekregen? En zo ja, wat was die reactie die je dan kreeg op je foutmelding of wat dan ook? Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen reacties hebben gekregen. Ah nee, hoeveel trackers heb je? Wij hebben op de server volgens mij 15 trackers. 14 of 15, zoiets. Hoe moet je joinen? Uitroepteken FS22, krijg je iets meer uitleg daarover. Kijk, doe niet eens de moeite omdat ze toch niet reageren. Oké. Ja. Oké. Oeh, even kijken. Nee, geen reactie teruggekregen. Oké. Ja. Ik vind dat jammer dat dat gewoon zo gaat eigenlijk, hè. In principe, je koopt een game. Dus dan verwacht je eigenlijk ook reactie als er bijvoorbeeld een fout is. Je hoeft niet binnen een dag te reageren of binnen een week. Maar reageer nou op zijn minst ruim gerekend binnen de maand. Ja, dat moet toch wel lukken, denk ik. 4 weken daar de tijd voor. Kijk, maak een ticket aan bij Nitrado. Zij reageerde ook nooit. Wat was je probleem, Jelt? En hoe heb je dat gedaan? Nitrado reageert altijd. Altijd. Ook omdat ik niet kan resubben op mijn smartphone. Ik heb oprecht geen idee nu nou. Ik ga nu proberen te joinen. Ja. Even kijken, ik heb beloofd om niet te doneren deze maand. Dat is waar, daar moet je ook wel aan houden dan, hè, Mr. Muffin. Trouwens, je hebt net eens lid genomen. Dat is toch eigenlijk ook een soort van donatie? Ja. Oh, dat kan niet eigenlijk, hè? Dat kan niet. Ja, ja. Ah, ik vind het echt balen, jongens. Ik vind het echt balen gewoon. Ik had gehoopt dat het allemaal wat soepeler zou. Ja. Ja, moet ik dat zeggen? Dat farming zou werken. Ja, ja. Dat werkt niet. I know, ik weet dat er problemen zijn, maar alsnog geef ik niet op. Er komt een moment dat ik zeg van ja, nu lukt het gewoon echt niet, helaas. Dan een andere dag maar proberen. Maar ik wil niet, als ik na één keer eruit gegooid word, gelijk zeggen, oh, dit werkt niet, ik ben weg hier. Nee, zo iemand ben ik niet. Ik blijf het proberen. En zie het positief, hè, chat. Zie het positief. Geloof me, je leven is echt een stuk leuker als je positief bent. Je kan wel alles afzeiken elke dag. Maar dan wordt het niet beter op. Je hebt alleen jezelf daarmee. Ja, geef je viercijferige nummer, Laurens. Dan kan daar naar gekeken worden. Dat is het enige wat ik voor je kan doen. En ook een moderator, denk ik. Mag ik maar opnieuw proberen? Ja, ik hoop het. Morgen is er trouwens geen stream, chat. Dat eruit ziet donderdagavond wel. Ik denk dat het joinen niet lukt. Helaas. Kijk, nee, wanneer ga je de map downloaden? Je hebt wel een coole map. Thanks, Dion. Wordt zeker gewaardeerd. Ik krijg heel veel vragen van mensen die mijn savegame willen hebben. Of anderzijds nabouwen en dat soort dingen. Dus dat is wel tof om te horen. Ja, ik weet niet. Aan de ene kant wil ik de map uiteindelijk echt weggeven. Maar ja, ik weet niet. Ik moet daar toch wel even over nadenken of ik dat echt wil of niet. En ik wil graag dingen doen die ik leuk vind. Dus ik ga het even kijken. Bekijken in ieder geval. Ja.
Even kijken, maar waar heb je de meeste trackers van een merk op Subserver? We hebben allemaal fan-trackers, allemaal fan 1050. Dan zou je misschien kunnen zeggen van, maar waarom maar één tracker dan? Of één trackermerk? Dat heeft te maken met vaklimiet en ook blokjes op de Subserver. Console zit nou eenmaal gelimiteerd aan een aantal limiet, zeg maar. En als we daar overheen gaan, dan kan de console niet meer joinen. Dus wat we proberen is gewoon zoveel mogelijk van hetzelfde. Want als je zoveel mogelijk van hetzelfde neemt, dan heb je dat probleem niet. Ja. Oké, chat. Het multiplayer gedeelte werkt deze avond niet. Helaas heeft jij eens wat problemen. Servers werken gewoon niet heel soepel. Dat was sinds gisteravond trouwens, al bijna 24 uur. Dus er zit niet heel veel vaart achter. Maar zullen we Eurotruck gaan doen of niet? Of wellicht een andere game? Ik kan even ondertussen nog een keer proberen. Chat, wie zegt Eurotruck? Gelijk heel veel mensen Eurotruck. Oké. Als ik haar buiten... Kan ook niet. Dat is ook een server. Werkt ook niet. Ik had deze vraag beter niet kunnen stellen, toch? Of wel? Ik zie alleen maar mensen ik roepen met Eurotruck. Oké. FS19? Nee, dat gaan we niet doen. FS19 gaan we niet doen. Nee. Dat gaan we niet doen. Zeker niet. Nee. Het enige wat ik in de chat zie is gewoon letterlijk Eurotruck. Dat is het enige wat ik zie. We gaan Eurotruck doen, chat. Bij deze. Jammer dat het niet werkt, maar ik ga jullie wel beloven dat als we weer farming kunnen doen, en dat zal als het goed is overmorgen plaatsvinden, ik ga die rondleiding nog fatsoenlijk aan jullie geven. Niet alleen dat, ook gaan we de aankomende stream met farming bouwen, dat beloof ik je bij deze. Dus we sluiten farming af, we gaan Eurotruck doen. Ik ga de game opstarten. Even kijken. Oh, dat is lang geleden dat ik Eurotruck heb gedaan. Maar komt goed. Misschien moet ik een beetje inkomen, maar nee joh. Van Eurotruck inkomen, dat is, ik weet niet. Het lukt sowieso wel, toch? Hoe? Alles gaat mis bij mij. Top. Oh, zo. Oké. Pak even mijn spullen erbij, hoor. Ja, en ik denk dat we sowieso even multiplayer gaan doen, dat mensen mee kunnen rijden. Dat is wel fantastisch, denk ik. Nee, hier kun je niks aan doen. Nee, helaas niet. En ook bij Nitrado runt alles vloeiend, maar Giants ondervindt helaas problemen. Oeh, we kunnen ook de HD warm-up map doen. Nee, gaan we niet doen. Nee, sorry. Dat gaan we niet doen. Dat komt nog ooit. Even kijken, we gaan deze server in. Even kijken of ik geen mods gebruik. Uiteraard niet. We gaan de game even joinen. En ik ga jullie meenemen. Even kijken. Eurotruck, joh. Jemig, dat is een tijd terug wel. Ja, en dan de aankomende stream gaan we gewoon weer de farming doen. Dat beloof ik je bij deze. Ja. Zo, joh. Eurotruck. Wat een tijd terug, hé. Wat een tijd terug. Er is gigantisch veel geüpdate in deze game. Zoals ook nieuwe loading screens. Jazeker, ja. Er zijn zo ontzettend veel dingen nieuw en zo. Ja, welke vrachtwagen zullen we pakken, chat? Ik heb best wel wat vrachtwagenmerken. Zelfs de allernieuwste MN zit al in de game. Nou ja, allernieuwste. Dus niet de echte allernieuwste. Maar wel één van de nieuwere. Welke truck zullen we pakken, trouwens? Ik ben even gaan voor de nieuwste DAF. Die zonder spiegels heeft... We hebben wellicht een Scania die we kunnen gebruiken. Welkom bij HD. Ik zie Scania, DAF of MAN, Vega. Kan ik meedoen met een demo? Nee, dat gaat helaas niet. Eindelijk een game zonder fouten. Zo kan het ook, Jardo. Ja, precies. Ja, alleen multiplayer en SCS heeft fouten, hè. Maar ook daar wordt aan gewerkt. Ja, SCS heeft dat al zelf toegegeven dat er fouten in zitten. Ik zie MAN voorbij komen. Dick Scania. Ik denk dat heel veel mensen Scania willen.
We gaan even kijken of we hebben een Scania of zo. Heb je een Scania R? Kunnen op zich die wel pakken? Gelijk ja, eindelijk. Wat? Ik zie heel veel mensen Scania. We gaan Scania doen. Ik denk dat ze deze. Ik ga even kijken of die, hoe die eruit ziet. Ah, dit is wel geinig, toch? Ja, laten we dit pakken. Ik ga niet te veel aanpassen. We komen lekker voor het rijden. Laten we dat doen. Besturen. Ja. Tevens ga ik even een multiplayer sessie aanmaken voor alle mensen die sub zijn of lid hebben op YouTube. Jullie kunnen de server zo dadelijk joinen. Het is exact hetzelfde wachtwoord als ook voor de farming server. Dus dan kunnen jullie in ieder geval meespelen. Ik ga hem eerst even opstarten zometeen. Ongelooflijk, hè? De chat die al heel veel weken tegen me zegt dat, hey, wanneer ga je weer eens een Eurotruck doen? Nee, heb je nou al Eurotruck gedaan? Wanneer komt er nou weer eens een stream? Bij deze, Eurotruck. Ja, ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Even kijken. Even mijn stoel resetten. Nou, ik moet gewoon wennen aan deze game, joh. Hoe werkt het ook alweer, joh? Nee, grap. Nee, dat weet ik nog wel. Nee, zo snel ben ik Eurotruck niet verleerd, hoor. Het werkt altijd perfect, hè? Dus ja, dat is het mooie eraan. Even kijken. We gaan een convoy starten. Doorgaan. Convoy organiseren. Ja. Dan voeren we eventjes een wachtwoord in. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Century liggen streepje 007 heeft geresubbed voor 17 maanden. Thanks voor je support, Centurion. Dank je voor je 17 maanden alweer, joh. Jemige. Ontiegelijk lang. Thanks voor je 17 maanden. Wordt zeker gewaardeerd, man. Thanks. Thanks. Ik kan er niet meer van zeggen. Wordt gewaardeerd. Ik heb nog een mailtje en zo. Ik heb een vrachtwagen nodig. Ja, die krijg je later nog wel. Oké. Okay. Alle mensen die sub hebben dus, join hem zou ik zeggen. Laten we even heen reizen. Het is nu een Iberia DLC. Nu vind ik persoonlijk Iberia DLC wel de mooiste map DLC die er is. Ik stel voor dat we gewoon in de map DLC zullen gaan rijden. En al mocht je dus sub zijn en denk van, nou ja, ik kan niet de DLC in. Dan wil ik je geliever vragen de server te leave, zodat de mensen ze kunnen joinen die wel mee kunnen rijden. Laten we hier verzamelen, Sevilla of zoiets. Zeg ik dat goed? Ja. Snel reizen bevestigen. Kijk nou, dit werkt gewoon zonder lag, hè? Ik kan je voorstellen dat dat ook gewoon kan in een game. Wat? Dat meen je niet. Ja. Donatie! Mr. Muffy heeft 50 bits gedoneerd. Jemig, wat een delay op YouTube. Zeker, zeker. Ja, check daarom ook Twitch. En als je nou een betere beeldkwaliteit wilt, chat, check Twitch. Uitroepteken Twitch, krijg je een linkje. De kwaliteit is echt veel beter dan op YouTube. Dus ga dat zeker checken. Ga dat zeker checken. Thanks Mr. Muffy en dankjewel voor je 50 bits, man. Wordt zeker gewaardeerd. Ja, dankjewel. Zo, joh. Wat runt dit vloeiend. Bij HD Games. Ik heb dit wel gemist, hoor. Dit heb ik echt wel gemist. Ja. Ja. Oh, wat waren die andere geluiden? Even kijken. Interface. Ja, prima wel, joh. Iets harder zetten. Hij is natuurlijk een beetje afgestemd op de dikke standalones die we altijd gebruikt hebben. Zo. Oh. Oké, het is voor alle mensen die meerijden. Dat is niet heel veel. Maar één. Kom eventjes naar Iberia DLC. Ik verwacht dat iedereen die wel heeft, toch? En mijn avond wel. Maar dat, we gaan wel mensen verbinden, maar hij is weer eruit gekikt. Je hebt geen DLC. Ik ben ook wel gewoon standaard rijden. Oh, jullie hebben geen Iberia DLC. Ah ja. Dan gaan we naar plaatsje Mets. Daar kan wel iedereen heen komen. We kunnen alvast even Frankrijk. We kunnen wel de meeste mensen meespelen. Thanks voor alle followers trouwens ook nog. Zeker gewaardeerd.
Kijk, hey, wat vind je van die overval in Amsterdam? Ik heb letterlijk in deze stream kreeg ik het horen van de chat. Ik heb nog niet echt veel dingen meegekregen, dus ik heb ook geen mening over. Maar wat ik heb gehoord is gewoon te heftig voor woorden. Ja, hier staat al iemand, joh. Top. Ja. Ik denk dat er nu wel meer mensen kunnen joinen. Want 3 zie ik. Yes, ik ga nu goed. HD, die eindelijk weer TS2 speelt. Ik vind FS niet leuk om naar te kijken als stream. Oh, oké. Okay. Ja, welkom terug, natuurlijk. Ik kom eraan, dit is goed, Rakai. Prima. Prima. Ik wacht hier wel op een aantal kijkers. En dan gaan we gewoon met z'n allen rijden. Ja, dus dat eigenlijk. Lekker hoor. Zo, joh. Maar check dit, hè, chat. Kijk hoe vloeiend, ja? Oh. Heerlijk, hé. Heerlijk. Ja, dit mis ik dan toch wel in farming, hoor. Moet ik toegeven. Ja. En dan vooral het opzicht met multiplayer. We gaan het wel even dag maken. Ook dat ben ik nog niet verleerd. Zo. Ook gewoon eventjes dat lichtsysteem, hè. Vrij realistisch wel. Nou, we rijden nu normale mappen, inderdaad. Ja. Oké, okay, moet je doen om eigenlijk erin te kunnen komen? Je kan alleen joinen als je sub of lid bent op YouTube. Dat is het enige. Nee, Rakai komt er ook nog aan. Mooi. Oké, hey, kijk. Daar is hij, joh. Daar is hij. Oeh, Pascal wil steeds joinen, maar het lukt er niet ofzo. En onderweg zit Peter. Prima. Ik wacht wel even. Komt goed. Wat moet je eigenlijk doen hierin? Je boot is eigenlijk gewoon het vrachtwagen ding na, zeg maar. Ja. Dat je gewoon eigenlijk... Je bent vrachtwagenchauffeur in de game. Je vervoert vracht van A naar B. Dat is een beetje hoe het werkt. Ja. Nieuwe sub! Welkom bij HD Games. Ongelooflijk. Jas Pigman heeft geresubbed voor 4 maanden. En hij laat ook nog weten, dus hoe snel heeft Discord het door dat ik sub ben? Dan kom ik er ook aan. Thanks, Jas Pigman. Dankjewel voor je subje, man. En thanks voor je 4 maanden, joh. Dankjewel, wat lief van je. Ja. Hey, welkom, hoor. Nice, lekkere truck ook wel, joh. Netjes hoor, en vooral die Scania-dingen zo erop. Ja, ziek. Echt wel vet. Oké, goed, we zijn nu met z'n drieën. Meerdere mensen joinen vanzelf wel. Ik denk dat we even richting de markt kunnen kijken voor een vrachtje. Ik denk dat dat wel leuk is. En langzaam brand joinen vast wel mensen, denk ik. Eens even kijken wat we hebben. Niet zo heel veel vrachten af hier, zie ik. Ja, we kunnen ook niet een DLC induiken. Wel kunnen we Duitsland in, dus ik denk dat het wel handig is. We gaan richting het Transinet. Leuk vrachtje, 237 kilometer. Laten we die aannemen. En dan gaan we in ieder geval daarheen. Dus volg mij, jongens, zou ik zeggen. En dan gaan we gewoon even rijden. Weet ik niet of er traffic aanstaat. Volgens mij wel. En anders check ik dat zo meteen ook wel. Oh, die geluidjes weer. Heerlijk, joh. Heerlijk. Ik weet niet of traffic aanstaat. Even kijken. Ah, er is traffic. Top. Zo, maar check dan even, chat. Hoe vloeiend gewoon, hè? En weet je wat het leuk is in de game ook nog? Je kan letterlijk gewoon... Hoppa, je raampje open doen, joh. Ziek. Ja, joh. Oké, goed. Ik ga het vrachtje even aannemen. Echt lekker vertrouwen. Deze stream heb ik gemist. Dat kan ik begrijpen, want ik ben nou eenmaal gegroeid met Eurotruck. Dus ja, ik snap dat je dan nu zegt van, dit heb ik toch wel gemist. We gaan wel op blauwe nemen natuurlijk. Past wel goed bij de truck. Ja, en voor alle mensen die in ieder geval meespelen. Ik weet niet wie er al meespelen. 4 mensen.
En jullie kunnen gewoon dezelfde vracht aannemen. Via het minuutje. Ja. Zeg wat ook gratis. Nee, de game kost €20 en zelfs in de sale €5 voor deze game. €5, dat is niks. Dat is echt gewoon niks. Ja, en kan je nagaan dat we nu gewoon multiplayer spelen zonder gewoon lag en zo, hè? Dus dat is wel ziek. Dat het toch gewoon allemaal kan, hè? Ja. Ja, joh. Pootjes omhoog. Weet je wat ik nog alleen wel vind dat SCS moet maken? Ik vind persoonlijk, de game is al super realistisch. En ik hoop dat SCS Software, een optie maakt dat je op bedrijven niet door elkaar heen kunt rijden. Dus stel, iemand is aan het laden of lossen, dat je daarop moet gaan wachten. Dat lijkt mij persoonlijk een hele goede functie in de game. Helaas zit die er nog niet in. Maar het lijkt me wel heel vet. Ja. Ik vind farming toch leuker. Dat kan, zeker. Ieder zo is een game, hè. Ieder zo is een game. Ik zal even wachten tot iedereen er trouwens is. Dan gaan we rijden. Ja, doe dat maar niet, Dilano. Even kijken, voegt weer... weer realiteit toe? Ja, dat sowieso. Vooral als je die optie hebt. Zeker, zeker. Ja. Oh, ik ben er ook weer bij, maar je ging toch farming doen? Klopt. Totdat farming zei je opeens van... hey, alle servers liggen eruit. Dus dat. Kijk, die lucht ook gewoon. Het ziet er persoonlijk nog beter uit dan de farming. Ja. Kan ik even op console AD games? Nee. Het kan zijn dat SCS dat ooit in de toekomst gaat maken. SCS heeft gezegd dat ze een kleine stap hebben gezet daarvoor. Maar dat is geen garantie. Ze kunnen ook zeggen van, nou weet je, dit wordt te ingewikkeld, te moeilijk. We gaan hier geen tijd in steken, we gaan andere dingen doen. Dus dat, ja. Joepie, Eurotruck. Nou, leuk dat je erbij bent, welkom. Welkom. Is iedereen ready? Ik zie alleen dat Thijs nog een, of Smit in ieder geval nog een ding moet hebben. Oh, dat is Peter, denk ik, hè? Dat ben jij, Peter, of niet? Ik denk het wel, hè? Ja. Volgens mij wel. We gaan even kijken. Hey, er is nog eentje. Welkom, Just Pigman. Merry Christmas ook nog. Ja, lekker, man. Ik wacht al even tot je je vrachtje hebt. Dan gaan we met z'n allen rijden. Wacht, jullie hebben de route toch ook? Anders rijden jullie voorop en dan rij ik wel achteraan. Ik vind het altijd wel leuk om kijkers te zien rijden. Ik parkeer mijn truck wel even aan de zijkant hier. Ik parkeer hem wel even hier zo. We gaan wel even deze kant op. Rijden we een klein stukje om. Zo. En dan rijden jullie maar voorop. Dan rij ik wel achteraan. Nou, zwaailamp hoeven we uit inderdaad. Want die hebben we niet nodig nu. Ah, wel ziek weer hoor. Dat het kan. Ja. Wacht, nee. Ik wacht op je, Seet. Ik wacht op je. Ja. Moet je nog wel even wachten, Dilano. Kan je uit de vrachtwagen? Nee, je kan niet lopen in de game. Wel kan je fly mode gebruiken. Dus dat kan wel. Als je ziet. Dat is wel mogelijk. Volgens mij is de server langzaam vol. Ik zie het inderdaad steeds ook onderweg. Ik wacht wel even. Kijk, daar is Just Pigman. Ga het even aan de andere kant op. Misschien naar de repair of zo nog. Ja. Welkom bij HD Games. Kijk, het zou ook wel lachen zijn als je ETS 2 de vrachtwagen zelf kan laden met heftruck of zo. Leuk idee, gaat niet komen. Nee, wat ik wel weet van SCS Software, want nogal trouwe SCS-fan en volg ze dan ook overal, is dat ze filmpjes gaan maken. Dus in de toekomst krijg je een update waarin als jij je vracht gaat laden of je vracht gaat lossen, dan krijg je een animatie te zien, een filmpje dus eigenlijk, dat je ziet dat je vrachtwagen gelost of geladen gaat worden. Dat is persoonlijk een top idee. Ja. Want het zelf laden los van je vrachtwagen is nou eenmaal niet mogelijk in de game. Het gaat hem gewoon niet worden. Het wordt te ingewikkeld, te moeilijk en te zwaar. Ook wel leuk inderdaad. Ja, zeker Viking. Zeker. Ah ja, Seet is erbij, zie ik. Alvin komt er ook nog bij. Oké, wacht nog even op een paar mensen. En dan gaan we rijden. Waarom geen farming? Omdat farming servers plat liggen. Dat eigenlijk. Dat.
Ja, ja. Nee, kan je misschien een keer je mods delen die je gebruikt? Voor farming bedoel je? Is dat wat je bedoelt? De Earthruck gebruik ik wel mods, maar die ga ik niet delen. Kijk, Zit komt eraan. Alvin is hier ook al, zie ik op de kaart. We kunnen bijna rijden. Dus dat is wel tof. Maar check dan ook persoonlijk gewoon alle details hierop, hè. Het is gewoon zo goed ingescand. Niet normaal. De mensen die niet weten hoe SCS deze dingen maakt. Dat meen je niet. Donatie. Ongelooflijk, ja. Nuno Peters 2007 heeft 95 bits gedoneerd. Ik ontdekte net dat ik nog wat bits van een paar jaar geleden heb op mijn account had staan. PS, je bent echt een voorbeeld voor mij. Ongelooflijk ook gewoon weer. Wat? Dat meen je niet. Donatie! Hey, Zeet. Shadow Commander 92 heeft 50 bits gedoneerd. Wel jammer dat de server plat leidt. Ja, zeker jammer. Ik had graag farming willen doen. Ik had, de BGA-rondleiding is deels gelukt en ik wilde ook al bouwen. Maar helaas kan dat dus niet. Omdat die servers plat liggen. Maar goed. Weet je, komt allemaal wel goed. Volgende keer dat we live zijn, dat is als het goed is donderdagavond. Gaan we gewoon weer farming doen. Gaan we gewoon weer bouwen. Er staat echt een zieke bouwplanning, zeg maar. Wat we willen doen. Dus dat wordt wel heel vet. Ja, thanks voor 50 bits, Shadow Commander. En voor Nino Peters, thanks voor je 95 bits. Hij had ook nog weten, ik ontdekte nog dat ik nog wat bits had van een paar jaar geleden. Heb op mijn account had staan. PS, je bent echt een voorbeeld voor mij. Thanks Nino. Het leukste erbij bent, man. En thanks voor je bits. Wordt zeker gewaardeerd. Dankjewel. Dankjewel. Ah ja, dan moet Alwin ook nog even voor. Oh, eigenlijk had ik Els het vee moeten doen. Dat was ziek geweest. Oh, daar gaat Alwin in even de bocht. Ja, ik zou zeggen, rij maar jongens. Let's go. We zijn met z'n allen ready. Dus ik zou zeggen, ga maar voor. Alwin mag ook voor. Wat? Ik weet niet of hij mijn dat dingen meen ziet. Je niet. Donatie. Ja. Vol. Ben Flatnik heeft 1 euro gedoneerd. Ga je nou nog eens rijden? Apple Store. Klinkt als iemand die niet heel veel gedeeld heeft. Maar we gaan rijden. Komt goed. Komt goed. Thanks voor je 1 euro donatie. Thanks. Oh ja, laten we gaan rijden. En dan Sim Games sluit wel aan. En dan Sim Games sluit wel aan. We staan nu ook al inderdaad heel lang te wachten hier. Persoonlijk jongens, voor aangezien we nu met een groep rijden, ik zou rood stoplicht skippen aangezien we nu met een groep rijden. Anders rij je heel ver uit elkaar met z'n allen. Ik is nu een gijzeling. Ja, ik weet het chat. Alleen, ik heb er niks over gelezen, dus ik ga ook niet in hoeverre alles delen, zeg maar. Ik weet het nu ook niet. Ik heb niks gezien of zo, dus zie het wel. Achteraf wel. Ja. Ja, dit is geen episode 20. Nee. Klopt. Maar dit is wel een game zonder lag. Is dat ook goed? Nee, dit is Euro Truck inderdaad. Ja. Farming servers liggen eruit, chat. Excuses. Ik kan er niks aan doen. Ik heb al een paar keer geprobeerd farming op te starten. Te joinen. Lag op lag. En het joint niet, helaas. Dus allemaal Euro Truck met z'n allen. Ook wel leuk, toch? En weet je, heel veel mensen willen dat ik Euro Truck doe. Dus bij deze Euro Truck. Ja. Dat check ik na de stream wel aan de gamer. Die Apple Store, dat check ik nog wel. Het ding van die gijzeling is natuurlijk heel erg vervelend. Ja, ik vind dat het niet kan eigenlijk. Maar goed, dat denkt iedereen wel, denk ik. Ja. Ik weet niet. Kan ik weinig over oordelen eigenlijk. Ik heb niks meegekregen. Alleen nu in de chat hier, maar voor de rest ook niet. Ja. Welk land rijd je in? We rijden nu in Frankrijk. Dat kan je eigenlijk ook wel aan de wegen zien. Het zijn typische Franse wegen.
En niet alleen dat, zelfs aan de borden kan je zien dat het Frankrijk is. Hier al Metz, nou ja, dat ligt ook al in Frankrijk. Moet ik een baan opschrijven? Moet een baan opschrijven. Is er nog plek in de server? Je zou het kunnen proberen, ik heb oprecht geen idee. We rijden hier met 6, 7 man. 3, 4, 5, 6, 7. Ik weet niet of er plek is, misschien is hij vol. Oeh, we moeten een beetje afremmen. Lijken we optrekken met die Scania. GPS zelf in de trucks echt realistisch. Zeker waar, zeker waar. Het ziet er super clean uit. En het leuke is, je kan die GPS ook nog verstellen. Je kan hem bijvoorbeeld in- en uitzoomen. Zou kunnen. En je kan hem ook zelfs uitschakelen. Wat ik zeg, ja, SCS maakt zoveel leuke opties in de game. Niet normaal, ook gewoon, hè, raampje open. Lekkere wind of zo. Heerlijk, joh. En ook als het regent, het is super realistisch dat het dan op de ruiten ziet en zo. Ja, bizar. Dat mis ik dan wel weer bij farming, hè. Want bij farming heb je natuurlijk ook ruitenwissers. Super tof. Alleen, dan heb je geen regen op de ramen. Dus je hebt ruitenwissers voor de sier in principe. In deze game komen ze letterlijk op de ramen met druppels. Ziet er super goed uit. En als je dan bijvoorbeeld je ruitenwissers aanzet, dan zie je ook letterlijk het water aan de zijkant zo afstromen, zoals dat ook in real life is. Dus ja, qua details, gewoon, kan je niet beter gewoon. Kan je niet beter gewoon. Mooi achter deze vrachtwagen invoeren. Zullen we met z'n allen 80 rijden, jongens? Ik denk dat dat wel het beste is. Dan blijven, kunnen we met z'n allen bij elkaar blijven ook nog. En dan rijden we ook gewoon wat realistisch, zeg maar. Ook al mag je 90, I know, maar de server is gelimiteerd op 90. Ik denk dat we beter 80 kunnen rijden. Gewoon even die vrachtwagen inhalen hier. Dat kan natuurlijk. Oh, we rijden allebei 90, ja. Ja. En dat is ook wel in real life, hè. Als vrachtwagens elkaar inhalen en zo. Het gaat echt stapvoets gewoon. Ja. Ja, wel realistisch. Ah, hier mag je dan weer 80. Al wel even voorbij trouwens. Oeh, we hebben tol. We hebben tol. Yo. Ik zou dat linkertol pakken, jongens. Daar kan je gewoon heen rijden. Ik adviseer altijd niet harder te gaan dan 35. Dat zou ik niet doen. Dat gaat een beetje mis. Dan knal je nogal vol op die poort, zeg maar. Dus dat zou ik niet doen. Hoezo ETS 2? Omdat farming eruit ligt. Dat had ik graag farming gedaan. Nu even afstand houden. Even afstand houden. Toch wel handig. Ja. Alleen moet je de titel aanpassen? Eigenlijk wel. Maar YouTube kan dat niet. Want dan verandert hij definitief. Ja. Komt goed uit. Komt uiteindelijk wel goed, joh. Ja, Games. Alweer bijna 12.000 abonnees op YouTube. Ja, bizar, hè? Het is niet normaal. Niet normaal. Ik waardeer al het sport. En welkom bij Games met iedereen. Ja, ik heb er gewoon geen woorden voor. Ongelooflijk. Ongelooflijk, ja. Niet normaal, hoor. Cool. Ik zal deze wel even bijpakken. Dan hebben we gelijk de hoe heet het? Afstand en dat soort dingen. Ah ja, we hebben ook trouwens nog een leuk telefoontje in de dingen hangen, trouwens. Het is een leuke DLC. Kan je leuke telefoontjes ophangen, of boekjes neerleggen, geurdingen ophangen, flesjes neerzetten, kussentjes, dekentjes, aan de achterkant nog wat toevoegen. Ik kan wel even doorgaan. Genoeg in ieder geval. Genoeg. Het zijn altijd wel leuke dingen. We gaan trouwens wel richting Duitsland. Dat wel. Wanneer weer livestream van eigen map? Ja, dat gaat nog komen. Zeg, wat gebeurt hier nou, joh? Je kan ook gewoon die rechte tol pakken, Rakai. Dit is gewoon mogelijk, zeg maar. Oh, kan ik dat verkeer niet? Volgens mij kan ik dat dan weghalen. Ah. Die is dus niet zodanig gecrashed. Als ze zodanig gecrashed, kan je ze altijd weghalen. Ik kan ook gewoon deze nemen, inderdaad. Ja, top. Kijk, let's go. Nee, wat doe je van werk? Privacy. Privacy. Nou ja, het gaat over het werk gesproken te hebben. Het gaat lekker met een privacy BV, hè?
Ja, ik zou graag meer willen vertellen, maar ja, dat is privacy. Dus, ja, sorry. Dat gaat het niet worden. Nee. Wat is de eindbestemming? De eindbestemming, we gaan even kijken. Mannheim, bij het bedrijf Transinet. Daar gaan we nu heen. Dus dat? Ja. Oh ja, het leuke is ook nog in multiplayer heb je ook nog deze optie trouwens. Dan kan je elkaar allemaal zien rijden. Welkom. Ook wel leuk. Ook wel leuk. En dan komen de privacy vlogs. Ja. Oh, ik moet dat toch echt een keer doen, denk ik. Ja, ik moet die privacy vlog echt wel een keer maken, denk ik. Sorry, je hoeft daar geen sorry voor te zeggen op het padje. Alles mag je vragen, hè. Of je dan het antwoord op krijgt die je had gehoopt, is nog maar de vraag. Maar je mag alles vragen. Op de ruiten ook altijd wel mooi om te zien. Dat als je gewoon aan het rijden bent en zo. Je ziet die weerspiegeling aan de binnenkant van de ruiten in je truck. Dus echt, ik weet niet. Qua details, deze game. Het wordt alleen nog maar beter, hè. Dit jaar worden de graphics zelfs nog verbeterd ook. En Eurotruck werkt aan meer optimalisaties. Zodat je nog soepeler Eurotruck kan doen. Hoe dan? Het rent nu al 60 fps. Ik weet niet. Gewoon een topbedrijf. SCS is een topbedrijf. Meer kan ik niet over zeggen. Ja. Kijk, weet je hoe lang het duurt om 100 kilometer te rijden in de game? 100 kilometer. Ja, ligt er ook aan natuurlijk, hè. Neem je een snelweg of niet? Of rij je binnendoor? Ligt er ook aan hoe snel je rijdt. Ook dat nog. Ik kan er een beetje vanuit gaan dat 1000 kilometer een uur is. Dus 500 kilometer is een half uur rijden. 250 is dan een kwartier rijden. Dus 100 kilometer, 5 tot 10 minuten. Zoiets. We rijden 95 trouwens om even iedereen te lopen. Kan je dit op PlayStation spelen met een stuur? Nee, de game is echt PC only. En niet toegankelijk voor console. Helaas. Checken. We rijden nu met z'n allen multiplayer en het runt soepel. Heerlijk is dat. Ik hou van games die gewoon geen lag, spikes, dingetjes hebben. Ja, het is gewoon nice. Is gewoon nice. Ja. Even kijken, Ade, waarom ga je niet op TikTok je live houden? Dan kan je ook dan... Ga je misschien veel kijkers hebben en abonnees? Geen zin in. Nee, geen zin in. Ik heb geen zin in TikTok, dus dat ga ik ook niet doen. Ik wil alleen dingen doen die ik leuk vind. En ik ga niet opeens TikTok aanmaken omdat ik dan meer kijkers misschien krijg. Nee, heb ik geen zin in. Nee. Ik hoef TikTok eigenlijk ook helemaal niet. Nee. Nou, met Giants wordt tot op het bord kaal gegeten. Ik weet niet of je toevallig wel eens de witte pagina hebt gezien van Farming Simulator. Als je farming fan bent, zou ik zeggen, kijk er niet op. Als je denkt van, nou, ik ben wel fan, maar ik wil wel de fouten onder ogen zien. Check dan even de Twitter pagina van Farming Simulator. En check dan even de reacties van de community van farming. Meer ga ik niet zeggen. Ja. Allee, wil je dan eens een vrachtwagen tonen als je wilt? Uiteraard, zeker. Zeker. Ja, wat mooi toch? Nieuw geld? Zeker. Ja. Ik heb hier keihard voor moeten werken, hè. Ja, klopt. Ja, het is wel tof hoor, dat je dan zoveel geld hebt. Het was wel dag en nacht werk, moet ik toegeven. Maar elke keer zo'n ritje rijden en zo. En weer treden te lossen. Het moment dat hij gelost is, gelijk weer nieuwe aankoppelen. Gelijk weer naar het volgende adres natuurlijk. Ja, dat duurde wel even. Maar dan heb je ook wat. Ja. Zeker. Even kijken, kom uit België, wil je ook zoveel gewijd? Er is in Nederland wel storm geweest. Ja, zeker. Ja. Klopt, ja. Ah, het is heerlijk weer dit, joh.
Ja. Heat engine, wat is dat? Goeie vraag. Dat is een hele goede vraag. Ja. Nou, weet je wat het wel is, Epic Ramon? Ik heb serieus, om dit geld zo voor elkaar te krijgen, niet eens cheat engine voor hoeven te gebruiken. Niet eens. Niet eens. Welkom bij HDG. Ja. Even kijken, van waar zit jij je kniplicht aan? Op je stuur of van de Sisters 88? Ik gebruik de, ja, inderdaad wat je zegt, dat dus. De dingen erachter. Ja. En dan heb ik mijn blauwe knopjes, die gebruik ik voor de raampjes bijvoorbeeld. Hè, kan je lekker raampje opengooien, dichtgooien. Kan wel even inhalen, hier mag je inhalen trouwens. Niet een doorgestrokken streep, dus dan mag het. Even inhalen hier. En hop meteen. HD, de controle en PC. Ja, klopt inderdaad. De game is niet voor console. En zal de komende jaren ook zeker niet voor console komen. Ja. Hoe ver moet je nog? We moeten nu nog 11 kilometer. Dus we zijn er in principe bijna. Ja. Eigenlijk zijn we er al. We rijden nu richting Mannheim. Eigenlijk vrijwel het plaatsje binnen. Ga je de buiten laten zien? Ja hoor, geen probleem. Beetje afremmen in de bocht. De prachten waren helemaal hangen hier zo. Nou, we rijden nu Mannheim binnen. Ik ben altijd buiten Kemmeneurs, dat vind ik zo moeilijk rijden. Terwijl als je interieur zit, vind ik het veel makkelijker gewoon. Ja. Nou, het leuke is ook nog, je hebt ook nog een motorrem in de game. Gaan we nu even op afremmen. Maar realistisch, dat is de game zeer zeker. Ja, dat is echt bizar. Het wordt alleen maar beter, hè? Ga je dadelijk LZV rijden? Zou wel lachen zijn, hè? Ik kon wel even kijken voor LZV. Wil ik hem wel even in de stream nog even letterlijk voor het dok parkeren. Wel even achteruit, natuurlijk. Ja. Nou, gaan we hier zo parkeren, jongens. Wacht eventjes. Kijk, Maré, je moet een LZV skills even laten zien. Moet ik die laten zien? Nou ja, ik doe het niet omdat ik het wil laten zien van hoe. Kijk, ik kan dit nu. Gewoon niet. Maar het is gewoon, ik vind dingen achteruit rijden sowieso al leuk. Dus we kunnen zo meteen wel even kijken voor LZV of we dat hebben in de buurt. We gaan even achteruit parkeren hier zo. Nou, we gaan hem even omgooien hier. Hem even voor het dok parkeren namelijk. En even deze kant op. Ik kan wel even wachten, want nu zijn er meer aan het inparkeren. Je kan door elkaar. Persoonlijk vind ik het niet heel realistisch. Al doe ik het wel, wel eens. Maar we kunnen even wachten. Welke games heb je? Oh, heel veel. Ik heb er heel veel. Over het algemeen speel ik toch wel het meeste Farming Simulator 22 en Euro Truck Simulator 2. Dat zijn wel de games die ik het meeste speel. Dat sowieso. Ja, en dan gaan we gewoon... Precies. Heel hacker uitgereden, joh. Het is geen trekker, hè. Het is wel gewoon een vrachtwagen, zeg maar. Ja. We gaan ze even achteruit rijden. Ah, niet slecht, hoor, jongens. Het ziet er netjes uit. Even kijken, moesten de makers van de Euro Truck ook farming hebben gemaakt? Hoe zou farming dan eruit zien? Super realistisch, dat zou farming eruit zien. Zonder fouten. Sowieso. En dan mocht het fout zijn, dan wordt het snel mogelijk gefixt. Wat vind jij de beste DLC in de Euro Truck? Alles. Ik heb elke Euro Truck DLC die er maar is. Ik vind alles persoonlijk, ja, gewoon perfect. Ja. Ik weet niet. Ik ben echt zo iemand bij SCS voornamelijk.
Ik vind bij Eurotruck is het gewoon eigenlijk, als een DLC uitkomt, niet kijken, eerst kopen, dan kijken. Dat moet je doen bij Eurotruck. Met farming is het eerst kijken wat je koopt en dan nog even overwegen of je het gaat kopen of niet. Dat is hoe ik het zie. Lijkt achteruit, joh. Zo, dit is ook wel lang geleden dat ik dit gedaan heb, hoor. Maar even iets meer deze kant op zetten, want daar zit hij buiten de lijn. Ik kan me niet eens meer herinneren wanneer ik voor het laatste jaar wat ik heb gedaan, joh. Dat is echt een tijd terug. Dat is echt een tijd terug, hoor. Maar toch vind ik het nog steeds gewoon wel de beste game. Oh, de sessie is afgelopen. Perfect. Ik ga hem nog wel even achteruit parkeren, als dat mag. Even kijken. Is het F26 of niet? Nee, helaas liggen de servers eruit. Wat best wel jammer is eigenlijk. Had wel leuk geweest, maar goed. Kan niet alles hebben. Niet positief. Zo, trailer even afkoppelen. Ik moet slapen, doei. Joe, fijne avond, Boas. Geniet van je avond verder, hè. Ik zal trouwens het convoy weer opnieuw opstarten. Hij is gewoon eruit gegaan. Zo. Even kijken. Ik denk dat we gelijk even kijken voor een nieuwe vracht. Het liefst zelfs het vee. Dat kan ook in Duitsland. We gaan even kijken of we dat hebben. Ik zie niet heel veel altijd vee. Maar ik ga ervan uit dat als we bij... Oeh, dat is heel ver. Dat is een DLC en dat kan ook niet. Het enige ritje die we kunnen doen is naar Frankfurt. Nou ja, laten we die maar meenemen dan. Nou, bij het bedrijf even kijken of we dan... die trailer als het vee kunnen maken. Dat denk ik wel, maar ik weet het niet zeker. Dus we gaan even kijken. Ik ga even hierheen. Leuke parking trouwens. Oh, eurogoedjes mogen we zijn. Nice. Nice. Hop. Volgens mij kunnen we hier LZV van maken. Vrachtwagencentrum. Aanpassen. Welkom bij HD. Oeh, ja. Niet helemaal wat ik wil. Ik ga voor... Ja, het liefst wil ik de kroontrailer pakken. Dat is gewoon een DLC. Maar ik denk niet dat iedereen die DLC heeft. Dus ik pak wel gewoon normaal hier LZV. Zo. Pakken we die wel gewoon. Klein ritje trouwens. Iets van 106 kilometer. Maar dat is echt weinig. Ja. Ik ga deze even aankoppelen. Kijk, alleen heb je een aparte versie nodig voor multiplayer? Nee, heb je niet nodig. Zit standaard in de game. Standaard, officiële multiplayer. Ja. Ik zet er wel scheef naast trouwens, maar dat maakt niet uit. Dus dat? Ja. Nou, ik hoop dat iedereen LZV heeft. Ik zie nog geen andere trailers namelijk. Van zo dadelijk wel in. Wat is die Daphna weer aan het doen, joh? Huh? Alwin heeft een beetje lag of zo, zie ik. Ah ja, kijk, zitten we ook weer LZV. Welke kant moeten we op? Naar links. Ah, ik kan het drempeltje niet op. Wacht even, een klein aanloopje. Kania is sterk, maar niet zo heel sterk. Yep, het lukt. Nou, we gaan gewoon even LZ2 rijden, joh. 2 maanden geleden is je laatste keer. 2 maanden, ja? Wow. Van de bordtraat trouwens. Zo, wachten we even tot iedereen er weer bij is. Om nog even een mooie trein voorbij. Ja, de game heeft best wel wat, hoor, chat. Ik ben altijd gewoon positief over te spreken. En het ding is ook nog, al mocht je Eurotruck spelen en denk je van nee, dit is een fout in de game. Meld hem op het SES forum, want dan wordt hij zo snel mogelijk eruit gehaald. Hey joh. Ja, servers van het Giants zijn down, chat. Daarom hebben we geen farming. We kunnen geen farming doen.
Kan je meedoen? Je moet sub daarvoor zijn of lid zijn. Alleen dan kan je meespelen. Oh, vandaar dat jij een stopbedrijf. Ja. Zo, gaat lekker met uittreffing daar, joh. Nou, er moeten nog 3 mensen een rit aannemen, zie ik. Of weet je wat we ook kunnen doen? Ik zal even doorrijden. We kunnen ook op de parking wachten. Moeten we wel weer even omdraaien. Is ook beter ook, denk ik. We rijden even hier zo langs. Ook even de linkerbaan. Ja, ik verwacht dat we ook vanmorgen weer Farming zullen streamen. En daarbij gaan we dan ook nog even een rondleiding op de BGA doen. En ook zullen we gaan bouwen. Dat komt helemaal goed. Gaan we hier even omdraaien. Keren mag hier, want anders zou er een bord staan. Je mag hier niet keren. Dat kan gewoon. Even eerlijk, is het ook belachelijk dat de IT van Giants niet eens normaal een service up kunnen krijgen? Elk serverbeheerder weet dat er een backup systeem moet runnen. Wat er nooit gebeurt. Ik weet niet hoe het bij Giants is. Geen idee. Maar het bewijs is wel dat Nitrado sneller is, ja. Cool. Ja. Hey, en als simgamer. Kijk, we gaan even hier naar rechts toe. Nu we toch met z'n allen hier zijn, laten we meteen even een leuke foto met z'n allen nemen. Dat lag op zich toch, om dat te doen. Kijk, hebben we hier een mooie parking. Als het goed is, kunnen we daarop rijden. Ja, oh, dat kan. Ze hebben onzichtbare muren weggehaald. Gaat net daar zo. Dan gaan we hier gewoon met z'n allen even staan. Wel leuk op zich toch, om even met z'n allen een fotootje te maken. Nou, ik zal hem wel hier zo neerzetten zo. Dit vak. Het zijn eigenlijk parkings voor auto's. Op zich, we kunnen hem ook gewoon hierin zetten, toch? Kijk, hoppatee. Ja, dit lukt wel zo, joh. Ik kan wel lekker een fotootje maken met z'n allen. Yo, hey, leuke stream. Thanks, Daan. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij deze livestream. Welkom. Ja, ja. Kijk, ik vind het jammer dat ik geen FS22 mag. Dat is zonde. Zonde, ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar weet je, er zijn zoveel leuke games. Hè? Als je kijkt naar Euro Truck bijvoorbeeld. Of wellicht heb je een andere games. En ook Epic Games geeft gratis games weg. Daar ga je altijd een kijkje naar nemen natuurlijk, hè. Wel, in dat geval. Ah, is toch mooi. Er is Skyline daarachter met die gebouwen. Ziet er wel vet uit, hoor. Ga even in fotomodus. Ik mis dat wel in Farming eigenlijk. Waarom in Farming geen fotomodus? Besef dat het hier gewoon allemaal kan. Hè? Je kan alles instellen. En posities en zo. Wel cool. Deze andere kant even op. Ik kan ook nog een beetje draaien zo. Er komen nog meer mensen bij volgens mij. Zijn we met z'n vijven? Nou, met meer toch? Je hebt er niet lang geleden? Zeker lang geleden. Hey Jent, leuk dat je erbij bent. Welkom. Ja, nou tof. Nou, zo zit iedereen er wel mooi op. Ook al staat mijn camera een beetje voor. Ik vind hem prima. Je kan zelfs nog ook de naamplaatje uitzetten zo. Perfect. Iedereen een fotootje heeft gemaakt. Oh, er komen nog 2 aan. Oh ja, sorry. Nou, die kwam er ook even bij dan. Ja, ja. Tjus Pikmin erbij, Amsterdam Game erbij. Familie Bos nog erbij. Jeemoe. Oh, er is wel een plekje vrij. Misschien kan jij daar staan, Familie Bos. Kan jij er tussenin staan? Ik vind het serieus een goed idee. Fotomodus in Farming is ook wel een leuk idee. Zeker, zeker. Ja. Joe, fijne avond, Peter. Fijne avond verder. Jongens, we hebben alleen een gat nu. Maakt niet uit, kan ook. Kan ook. Voor de mensen die foto's willen maken, ga je gang zou ik zeggen. Er was nog wel een berichtje hier zo. Oh ja, iemand heeft is weggegaan omdat hij geen truck heeft. Die heb ik nu natuurlijk gepakt.
Eerst wat ik daar nog had, snap ik inderdaad, Peter. Maar fijne avond verder, hè? Niet van je avond verder. Ja. Nou, top. Ik denk dat de foto's wel gemaakt zijn. Ik denk dat we gewoon even kunnen gaan rijden. Gaan we dan? Wat mooi. Ja. Dan wel het beste rechts, denk ik. Even onderlangs zo. Ah, dit gaat wel zo, hoor. Welkom bij HD Games. Joe, ja, fijne avond verder, Peter. Ja, nogmaals, niet van je avond verder in ieder geval. Ja. Niet van je avond. Nee, maar fotomodes in farming, dat zijn echt wel een top idee zijn, denk ik gewoon. Dat je gewoon op elk gewenst moment een foto kunt maken. Dat zou wel nice zijn. Dat zou wel nice zijn. Ja. Hoe zoom je in? Deze functie bedoel je? Je zit letterlijk een eurotruck. Letterlijk. Wanneer we even wachten bij het stoplicht, aangezien nog niet iedereen erbij is. Oh, even helling trekken. Ah, iedereen komt er zo te zien aan. Welke specs heb je per se nodig voor ATS 2? Dat zou je het beste op de website van EuroTruckSimulator2.com kunnen checken of anders op Steam. Ja, iedereen is er wel bij. We kunnen gaan. Mooi. Waar moet dat? Dat bij je camera instellingen. Check even je settings in EuroTruck. En dan bij camera instellingen kan je dat aanvinken. Of in ieder geval een knop voor instellen. Dat is wat je moet doen. Want ik heb bijvoorbeeld ook tijdens het rijden, kijk, nu stuurt mijn camera niet mee. Maar als je dat dan aanzet, dan doet hij dat wel, zie je dat? En daardoor krijg je wel een beetje een satisfying beeld, denk ik wel. Dat is super realistisch wel, ja. Joe, fijne avond verder, hè. Fijne avond aan de gamer. Ja. Bij knop en dan camera en dan even zoeken. Ja, klopt. Klopt, ja. Dat is niet heel moeilijk te vinden, hoor. Eurotruck heeft altijd netjes in categorieën ingedeeld, dus het is echt makkelijk te vinden. Ja, wie had dat nog gedacht, joh? Dat we gewoon Eurotruck zouden doen deze avond. Volgens mij had niemand dat verwacht. Gewoon niemand, nee. Hoe gaat het met jou trouwens, Mava en Philip? Wat laat ga je live? Geen idee. Geen idee. Ik was graag farming willen doen, want ik had echt een ziek bouwplan en zo wat ik wilde maken. Ja, maar dat moeten we dan helaas uitstellen. Dus ja, helaas. Nee, je reed net verkeerd. Is dat zo? Oh. Ja, zou kunnen. Aandrijf een paar kilometer extra toch? Ook wel lachen. Alles goed hier zo. We houden het lekker bij. Lekker bezig, Mava. Nice. En nice ook, Philip. Ja. Ik ga hier links. Weet je waarom? Ik heb die weg nog niet verkend. Kunnen we gelijk verkennen. Zo, kijk daar nou, joh. Dat is een dikke chondeer daar zo. Zie je hem? Wat een mooi ding. Dat is wel een mooi ding. Ook al heb ik niet echt lievelingsmerken in de farming dingetjes of zo. Maar het ziet er wel geinig uit. Oh, iedereen loopt een beetje bij. Oh ja, oké. Okay. Ik keek net op mijn Nintendo Switch. Maar hij is leeg. Ik ga nog even een vraag. Rij je vaker met LZV? Ik vind LZV natuurlijk altijd wel leuk om te doen, ja. Ja, zeker. Ja. Dus we gaan nu naar het bedrijf toe. Oeh, wacht, kan je niet zo oversteken? Oh, de... Ja, oh top. Dit is letterlijk de snel. Ik dacht dat dit gewoon een normale 80-60 weg was, joh. Oh, wauw. Nou, ga even een klein ommetje rijden. Hartstikke leuk. Waarom ook niet? Ja. Ik ga tegelijkertijd al mijn alle kijkers die meespelen nu even de map laten zien. Oh, het is ook nog een ziek stuk omrijden ook. Ja. Oh, wat we wel... Ah, ik heb wel een leuk idee wat we kunnen doen. Dan toch omrijden, gaan we ook nog omrijden ook, toch? Ja, dat gaan we doen. Ik heb wel een leuk idee. Gewoon een beetje 70 rijden. Kan iedereen een beetje bijlopen.
Die nog mensen nog niet helemaal aansluiten daar. Ik ga slapen met dikke druk. Kan ik morgen meedoen? Alleen als je subsessalist bent. En morgen is er ook een stream trouwens. Dus ik weet niet waar je aan mee wilt doen. Maar ik wens je wel een fijne avond verder. En thanks voor het kijken voor de stream. Heel goed verwoord. Thanks voor het kijken naar de stream. Dat wilde ik zeggen. Ja. Dat is van je eigen map. Zo. Dat heb ik geprobeerd, hè. Geloof me. Dat kan. Zeker. Het kan in de map. Maar... je moet wel 50 keer steken. Ik bedoel 60 keer steken. Om een bocht te maken. Maar het kan wel. Het kan wel. Je bent alleen 20 minuten aan het steken om een bocht door te gaan. Maar het is mogelijk. Ja. Ja, Sage, jij rijdt voorop. En je zit hier ook in call, zie ik. Wil jij via de 81 weg terugrijden als je nu op M drukt? Via de 81 zo. En dan rij je langs het tankstation. En bij die andere 81 ga je eraf richting dat ene... ja, terug de route op, zeg maar. Langs dat bouwbedrijf, als je snapt wat ik bedoel. Ja, knipper even naar links en... pas op, Zeet. Knipper naar links en rechts als je me gehoord hebt. Ja, oké. Okay. Super tof. Oké. Okay. We gaan even een baantje opschrijven. En we moeten even wat 80 rijden trouwens. Want iedereen moet even een beetje inlopen. Ik zal de cruise wel even op 80 zetten zo. Is er geen farming meer? Farming servers zijn down. Dus daarom niet. Nee, helaas. Ga je morgen live? Nee, morgenavond niet. We gaan wel donderdagavond live, zoals het nou uitziet. Dat wel. We houden de Discord server daarvoor in de gaten. Hoor je die motorrem? Oh, heerlijk jong. Heerlijk. Welkom bij HD Games. Ja, ja. Oeh, ik moet een beetje afremmen, jongens. Ga ik nog op CT en knallen ook. Ik hoop dat iedereen een beetje aansluit hier. Oh, Rakai, jij rijdt niet meer mee, zie ik. Of wel? Zie je nergens rijden hier? Nee. Oh, je bent helemaal ergens anders, joh. Huh? Kom je daar ergens wel in, joh? Ja, joh. Hij is bij Dresden zo te zien. Ga je het proberen in je eigen map? Ik ga het nu niet in mijn eigen map doen. Nee, 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 nee. Ook al is de map in zodanigheid... eigenlijk af voor een stream. Dan nog stel ik die stream nog even uit. Ik wil een geschikt moment daarvoor hebben. Ja. Spaanse navigatie? Wat? Heb je... oh, ben je helemaal verkeerd gereden, joh. Maar Spanje is de andere kant op, hè? Dat weet je, hè? Oh, hij was gecrashed. Oh, daar kan je dan niks aan doen. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Wel cool. Ja. I had a games. Ja, ja. Ja. Nu niet voor een keer bedoel ik. Ja, ooit wel. Er komt dit jaar nog een stream waarin we Eurotruck zullen rijden. In mijn eigen woonwerkmap. Ik kan je vertellen, het is echt... op details gebouwd. We moeten afstaan volgens mij steeds. Ja. Precies. In plaats van dat we dan terugrijden, moeten we dan die 81 weg op. Huh, waar ga je heen? Nee, 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 dat is verkeerd. Stop. Je moet deze kant op. 81 is helemaal naar beneden. We moeten naar boven, hè. Wacht, teleport anders steeds. Jij kan dat wel, toch? Ja, joh. Ik zal hier wel even wachten op iedereen. Dan hoop ik niet dat mensen hier verkeerd gaan rijden. Ah, wel mooi, hoor. Die lichteffecten allemaal zo. Ja, vind ik toch wel vet. Kijk, iedereen is er volgens mij een beetje bij. Mooi. Gaan we weer verder. Ik ga het er wel even dag maken, anders wordt het voor jullie te donker op beeld, denk ik zo. Gaan we wel even fixen.
Voor alle mensen in de server hier zo, schrik niet. Ik ga het heel even droog maken. Zo. Nee, anders eerst even naar Portugal en daarna pas naar Frankfurt. Ah ja. Hey, maar doe dan even Scandinavië erbij. Anders is de route niet compleet. Oh, jullie halen het nog goed bij. Ik denk, ik rij rustig voor jullie. Ook al loopt nog niet iedereen erbij. Ik kan gewoon even op de 80 zetten, kan iedereen met 90 inlopen. Ik ga je nog eens een 12 uur live organiseren, kijk al zo lang naar uit. Ooit nog wel. Ja, de vraag is alleen wanneer. Maar ik zet de koers al op 70, dat is nog beter, denk ik. Die familie Bos nog achteraan rijden namelijk. Oké, hoe doe je teleport in ETS 2 en de slijcamera? Ik kan het uitleggen. Ik ben een half uur bezig misschien. Voordat je het misschien echt een beetje begrijpt. Ik zou zeggen, Google even. Wat zou je kunnen doen? Is iedereen erbij nu? We hebben wel een leuke route nu voor de boek. We hebben een klein stukje omgereden. 214 kilometer nu. Nog in ieder geval. Ja, komt wel goed. Ik dacht FSC 20. Ja, dacht ik ook. Ja, ben ik met James. Dacht ik ook. Ja. Maar, jullie moeten tanken. Oh, ik rijd dan wel even rustiger dan. Ik kan wel 60 rijden. We moeten op een snelweg minimaal 60 rijden. Dan gaan we gewoon 60 rijden. 65 ook, prima. Ik kan in ieder geval goed inlopen. Nee, maar ik dacht ook Farming Center te kunnen doen. En te bouwen en de rondlijn te kunnen doen. Maar de Farming Service ligt gewoon plat. Dat is het probleem. En Giant Software heeft gisteravond die melding gemaakt dat er een fout is. 10 voor 12. Nou, als we nog heel even wachten is het zometeen weer 10 voor 12. En dan is die fout al 24 uur gaande. Ja, het is wel zonde. Is wel zonde. Maar er komt in ieder geval nog wel een farming stream hoor. Ik denk overmorgen. En dan gaan we gewoon in ieder geval weer bouwen. Dat komt helemaal goed. Ja. Moet helemaal goed komen. Ah, kijk, mensen lopen wel prima, joh. Maar als je met 90 komt aankrossen gewoon. Komt dat helemaal goed. Wat hebben jullie de hele dag gedaan? Dat is privacy. Ja. Even hoor, kon je ETS 2 nog niet achter je houden? Sowieso ga ik er niet achter me houden, door de truck. Zeker niet. Nee. Earth Truck blijft eenmaal de beste game op het gebied van simulatie in mijn ogen. Dus nee. We zouden farming doen, maar ja, die had dus problemen. En Earth Truck werkt eigenlijk 24/7. Ja. Ja. Kijk, weet je, ik kon de stream ook wel stoppen. Maar er waren zoveel mensen die zeggen: hey, kan je weer eens heel wat terug doen? Ja. Oh, Just Pac-Man. Ja, daar ga je. Finaal door de bocht. Te hard door de bocht. Ongelooflijk. Ik had het nog op beeld ook gewoon. Ongelooflijk, hè. Ja. Op stream speel ik het weinig inderdaad, Jordi. Just Pac-Man, oepsie. Ja, rij maar steeds. Ja. Ja. Maar kan je zelf wel recht teleporten of heb je nu al F7 gedaan? Gaat dat... Ja, ga je voor, top. Dan had ik hem meteen erachteraan zo. Mooi. Ik zat net nog in de vrachtwagen. Lekker bezig, man. Nice.
Van Stoet? Ja, klopt. Klopt, ja. Oeh, dit gaat niet goed. Bijna. Ging bijna fout. Maar de politie was gelukkig wel te plaatsen alvast, hè. Mocht het fout gaan. Dat is dan wel weer een positief iets. Ja. Kijk er wel weer naar uit, hoor. Als het veel achteruit in te rijden zo dadelijk. Toch moet ik wel toegeven dat het voor mij ook enige tijd geleden is. Dus het wordt misschien weer even wennen. Maar ik denk dat je dat soort dingen niet echt snel verleert. Als je eenmaal dat inzicht erin hebt, dan verleer je dat niet snel, denk ik. Het kan misschien even wennen zijn. Dat zal het ook zijn, het enige. Oh, politie pakt er even een linkerbaan. Of toch niet? Wat gaat de politie doen? Afremmen voor een andere auto? Ja, ook prima. Kan ook. Zou ik niet doen, maar het kan. Nieuw farming game? Oh, zo kan je niet zijn, patatje. Nee, zo kan je niet zijn. Dit beschouwen als nieuwe farming game? Nee. Nee. Ja. Dat was een ongeluk daar zo. Ik heb heel die auto kapot gereden. Loopt vloeiend, hè? Dat had je gelijk. Ja, zeg dat wel. Ja, vet, hè? Dat ook gewoon kan in de games, zeg maar. Hè? Giants? Ik wil niet hint of zo, hoor, maar... Zou wel vet zijn. Zou vet zijn. Ja. Stel je zou Farming Simulator 22 hebben. En dan gewoon altijd 60 fps. Oh, dat wordt zo lekker farmen. Wordt zo lekker farmen. Oh, Epic laat weten misschien in FS 41 pas. Oh ja. Oké. Ja. Ja, jongen. Ja, toch moet ik wel toegeven, chat. Dat stel, je weet het niet, hè. James gaat bij wijze van spreken over een paar jaar failliet. Ze kunnen geen farming games meer maken. Dan wil ik toch echt wel dat farming ondersteunen door heel veel andere bedrijven, wat dan ook, hoor. Ik zou niet willen eigenlijk dat James stopt met hun werk. Want laten we eerlijk zijn, farming is gewoon een leuk game. Het is gewoon de beste farming sim game. Dus stel, ze gaan ooit bijna failliet, dan hoop ik wel dat ze gered worden. Dat ze gewoon verder kunnen gaan. Dat hoop ik dan wel. Oeh, lekker man. Door het hele land heen kost met je boten. Geniet ervan, Jordi. Fijne avond in ieder geval nog verder. En thanks voor het kijken naar de stream. Dankjewel. Wanneer is FC20 zulke vloeiende servers aan de games? Ja. Hey, deze weg ken ik. Die waren wij net ook, hè? Toen reden we aan de overkant. Ja, dit kan ik nog wel herinneren, ja? Oh, kan iemand die boom even oogsten hier zo? Dat zou wel mooi zijn. Ja. Ah, komt helemaal goed, joh. Komt helemaal goed. Ik hoef helemaal geen kniplicht te doen. Waarom doet die eigenlijk? Haken wel wat mensen achter zich. En Simgame ruikt hem wel lekker bij, hoor. Ja. Maandje opschrijven. Kijk, zal ik doen. Tot de volgende keer. Ja, thanks voor het kijken nogmaals. Fijne avond verder. Geniet van je dag morgen. Zeker, ja. Zeker. Kijk, wat moet je doen in de auto? Ik heb hier geld mee. Je hebt gewoon je boot, gewoon het vrachtwagen ding na, in principe. Dat je chauffeur bent, eigenlijk. Dus je vervoert dingen. Ja. Dat is op zich wel een mooi iets. Laat ga je live? Geen idee eigenlijk, Jesse. Geen idee. Ja. We zijn wel bijna bij het plaatje, al zie ik. Dat is wel mooi. Rakai, was jij toevallig aan dat plaatje of niet? Want jij had een hele omroute genomen. Wat vind je van Rusland en Oekraïne? De Hurt of Russia DLC? Ja, ik ga hem zeker kopen. Zeker.
Ook al speel ik wellicht veel Farming Simulator, dan nog blijf ik de DLC's kopen van SCS Software. Ik wil dat bedrijf wil ik gewoon supporten daarmee. Ik koop elke DLC die ze uitbrengen. Ja. Ook al is het misschien een skin DLC of zo, misschien iets wat ik niet vaak gebruik, dan nog koop ik het. Ja. Ik support het bedrijf heel graag. Weet je, en ze luisteren ook goed naar de community, hè? Dat is het ook. Dat zou mooi op zich wel. Welkom. Ja. Bij HD Games. Ja, maar die Heart of Russia DLC, die ga ik zeker kopen. Zeker weten. Hé, een vliegding hier zo te zien. Ik weet niet waar dit dan is. Even kijken, waar zijn we nu op de map? Bij Frankfurt. Oh, dan zit het vliegveld bij Mannheim Frankfurt in de buurt. Ja, wel nice. Wel nice, ja. Even kijken, kan jij eens een voorbeeld aannemen? Ja, ik hoop dat ze gewoon... ik ben benieuwd van naar die fix trouwens eigenlijk. Ja, ik hoop dat het beter zal runnen. Zou mooi zijn. Even kijken, ik heb gehoord dat ATS en ETS samengevoegd wordt. Dat betekent dus als je terug in EU komt en EU terug in ATS komen. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Ik weet niet, waar heb je dat gehoord, Stefano? EU terug en ATS worden niet samengevoegd. Kan ook niet, want dan wordt de game te zwaar en te groot. Voor de plannen die STS heeft voor de komende jaren. Dat kan niet. Ik weet niet waar je dat hebt gehoord, maar... Nee. Allee, denk je dat er een derde oorlog aankomt? Ik heb geen idee. En persoonlijk hou ik me daar ook niet mee bezig, eerlijk gezegd. Nee. Ik ga dan liever farming doen ofzo. Ja. Nee, ik hou het niet echt bezig. Of ermee bezig eigenlijk. Nee. Ja, weet iemand de prijs van jouw truck? 20 euro. En in sale 5 euro. Dus al mocht je denken van, nou, 20 euro is te veel. Want wat ik vind in principe dat 20 euro niet veel is voor deze game. Maar goed, mocht je dat denken misschien, dan kan je alsnog een sale kopen. Is voor 5 euro. En wellicht kan je dan nog ook een deal kopen. Dat je de game plus DLC's hebt. Een aantal DLC's. Een bootje pakken van de USA naar Europa. Gaat niet gebeuren hoor. Gaat niet gebeuren. Nope. Ik doe misschien alsnog heel veel Farming Simulator, maar alsnog hou ik SCS Software in de gaten. Elk ding dat ze delen, elk ding dat ze zeggen, je komt al zoveel te weten als je dat al volgt überhaupt. Dat je soms info hebt, dat je denkt van, maar dat hebben ze nergens officieel gedeeld. Maar ze hebben dat dan wel bijvoorbeeld in een livestream gezegd. Dus dat is iets, ja, als je SCS op de, voor als ze nog wat wil weten, ook voor toekomstige projecten, wat bijvoorbeeld over 5 jaar pas gaat komen, dan hou SCS overal in de gaten. Je komt echt zoveel te weten, dat is echt niet normaal. Ja. Welkom bij HD Games. Nou, wat even voor sorteren hier zo. Ga ik hem even parkeren daar. Ach, stuur heb je? Ik heb er geen 29. Deze game kost minder dan FS220 en is beter. Dus daar heb ik er nog nooit over nagedacht. Maar dan heb je wel een punt. Ja, daar heb je wel een punt. Ja, daar had ik nog nooit over nagedacht eigenlijk. Nee. Maar, ja. Ja, wat ik zeg. Jij hebt wel een punt. In de zin met fouten en lagvrij is de game inderdaad beter, ja. Ja. Is het vaak in de sale? Ja, Eurotruck is gigantisch vaak in de sale. Ja, ja, zeker. Oké. We gaan hem hier even in parkeren. We gaan eerst even het plekje kiezen. Als het goed is, kan ik voor moeilijk gaan. Normaal gesproken kan dat niet in de standaard game. Maar ik heb die optie geunlocked, dus ik kan het wel. We gaan hem even parkeren. Deze optie even uit. Gaan we even omdraaien hier zo. Komt iedereen aanrijden met LZV? Nou, dat is wel mooi hoor. Is wel mooi. Nou, gaan we eventjes hierin rijden, joh.
Hoppatee. Doe even het raampje open. Ik wilde altijd bussimulator op mijn iPad. Ah, netjes man. Dat is ook niet slecht, toch? Nee, joh. Ik moet nu iets naar voren trouwens, als dat kan. Oké, dan dit gaat hem niet worden. Ja. Ik moet eventjes weer wennen aan dat sturen, want je moet meesturen natuurlijk. Ik sta niet helemaal goed voor ook nog trouwens. Nope. Ik moet hem eventjes niet er tegenaan rijden. Ik moet hem eventjes anders parkeren. Ik rij hem even om, veel beter. Hoe kun je dat unlocken? In het console menu'tje. Oh, iemand was opeens automatisch gaan parkeren. Geen parkeerraad, mooi. Oké, gaan we even achteruit parkeren. Tegen het doekje. Kan dat nog wel op zich? Het is wel lang geleden. Maar het is wel te doen. Welkom bij HD Games. Ik vind altijd dat je dit soort dingen niet echt verleert eigenlijk. Het is gewoon lekker rustig zo. Beter geconcentreerd dan overhaasten en het gaat fout. Iets wat je niet moet doen. Om beter de tijd voor iets nemen. Dan dat een beetje afbrachelen vind ik altijd. We kunnen op zich proberen om tussen die flap ook nog te krijgen daar. Het zou wel mooi zijn als we dat kunnen regelen. Ja, de andere kant op sturen. Ik weet niet hoe ver ik nu zit. Hij staat. Ja. Ja. Hij kan eigenlijk rechter. Dat sowieso. Dat heb ik al een paar keer gedaan bij oudere Eurotruck streams. Maar hey, hij staat wel voor het dok, jongens. Eerlijk is eerlijk. Ik ga hem gelijk even afkoppelen. Kijk. Mooi. Ja. Goed gelukt, proficiat. Thanks, Mava. Dankjewel. Ja, dit soort dingen vind ik gewoon leuk om te doen, hè. Zullen we hem even aan de overkant parkeren? Dat kan wel. Proberen we daar onze truck wel even. Oeh. Gaat goed. Gaat goed. We moeten wel even deze vakken nemen of zo. Dan kunnen we met allen naast elkaar. Ik zal hier wel in het midden gaan staan. Zo. Hoppatee. Ja, en dan laten we overmorgen even wat farming doen. In de hoop dat de servers werken en zo. Ik kan wel naar voren parkeren, aangezien iedereen anders chassis heeft namelijk. Zo. Dus dat zou wel mooi zijn als dat geregeld is bij Giants. Ik zal even kijken of ze nu überhaupt nog een fix hebben uitgebracht. Even kijken. Nee, er is nog steeds geen fix daarvoor. Dus de servers zijn nog steeds... dat ze wel of niet werken. Ja. En heel veel lag hebben trouwens. Ja goed, vond ik het toch wel weer leuk. Even Eurotruck te doen en zo. Toch wel iets wat, niet, wat ik niet heel vaak doe. Niet wat de laatste tijd niet zo heel vaak doe eigenlijk. Maar ik vind het altijd wel leuk om dan weer een keertje even Eurotruck aan te drijven op start. Zo. Just pick mijn racht even de hek eruit daar zo. Nou ja, goed. Nou ja. Ja, ik vind het mooi geweest in ieder geval. Het is altijd wel een lachen gamepje, Eurotruck. Dat sowieso. Wel weer leuk om even een keer wat ritjes te rijden. Maar goed, de volgende stream zou wel weer gaan op Farming Simulator 22. Want we moeten nog steeds iets bouwen. Ik ga nog niet zeggen wat er gebouwd gaat worden. Maar we gaan in ieder geval wel bouwen. En daarbij zal ik nog even een fatsoenlijke rondleiding geven over de BGA. Aangezien we dat... Ja, vandaag hebben we dat wel gedaan. Maar met lag. Dus er komt nog een stream waarin we een rondleiding gaan geven. Goed. Ik pak nog even een muziekje erbij hier zo. Zo. En dan voordat ik er vandoor ga, wil ik nog wel een aantal mensen bedanken. Want ook deze stream is de support echt gewoon niet normaal weer gewoon. Ik, het is echt bizar in ieder geval. Echt bizar. Wanneer komt de update aan de games? Welke update? Eurotruck, farming, wat bedoel je?
Ja, in ieder geval Ben, dankjewel voor je 1 euro donatie. Wordt zeker gewaardeerd. Shadow Commander, ook jij nog bedankt voor je bits donatie. Nuno, ook thanks voor je bits donatie. En tof om te horen dat ik een voorbeeld voor je ben. Al wil ik zeggen van, hey, er zijn ook meerdere mensen. Hè? Dus doe altijd nog je eigen ding, zou ik zeggen. Dat is het beste, denk ik. Dus Pikman, thanks ook voor je suppie op Twitch. 4 maanden alweer wordt zeker gewaardeerd. Centuri met gewoon freaking 17 maanden sub. Niet normaal. Mr. Maffie, jij ook nog bedankt voor je 50 bits donatie. En tevens het lid wordt op YouTube ook nog deze stream. Rakai, ja, ongelooflijk. Ik kan er weinig over zeggen. Thanks voor die vele bits donaties. En die ongelooflijke, ja, subgiftjes. Niet normaal. Hoeveel heb je deze stream gedaan? Wat zal het zijn? 22 of zo? Als het niet meer is. Je hebt deze maand al 64 subgiftjes gedaan, hè? Ongelooflijk. Niet alleen dat, ook Mavel kwam nog bij met 10 subgiffies. Bizar, Philip nog met de 25 euro donatie. Dus erbij die omkosten ook nog. Ongelooflijk. Niet normaal in ieder geval. Niet normaal. Dan ook nog 3 kussie. Jij ook bedankt voor je 50 bits met leuke stream. Wordt ook zeker gewaardeerd. Dan Elpensapje, jij nog bedankt voor je 3 euro donatie. Hetzelfde geldt voor Damien. Jij ook bedankt voor je 3 euro donatie. Plus de omkosten ook nog. Pixel Gaming nog bedankt voor je 50 bits. Rakai komt gewoon meerdere malen voorbij met ook nog bits donaties. Thanks daarvoor. Hadden we ook nog Leo met het lidwoord op YouTube. Tim met een nieuwe sub op Twitch. Wordt ook zeker gewaardeerd. Dan hadden we ook nog Matty. Ja, ook nog bedankt voor je sub. Het is echt... Elke keer is het sowieso alle support. Ik waardeer alles. Maar hou het gewoon lekker een keertje bij. Gewoon de stream zonder donaties. Ik vind dat we dat toch nog een keer moeten proberen. Dat zou ik toch wel tof vinden aan de ene kant ofzo. Ja, en voor de subserver, ik hou jullie op de hoogte, subs, dat wil ik zeggen. Mocht er wat zijn op de server, dan kan je me altijd tegen. Dan wordt dat in ieder geval netjes opgelost. En voor alle anderen, ik wens jullie een hele fijne avond verder. Thanks voor het kijken naar de livestream, wordt zeker gewaardeerd. Zoals een uit zijn we overmorgen live met de Farming Simulator 22 stream. En daarbij gaan we dus bouwen en ook de rondleiding geven op de BGA. Ik wens jullie nogmaals fijne avond verder en graag tot de volgende livestream. En thanks voor alle support. Echt insane. Fijne avond verder in chat en slaap lekker alvast. Dankjewel voor het kijken. Maybe if I change the way I love it, maybe if I try to fix this heart, then I could have stayed the night, I could have called you mine. If I change the way I love it, if I change the way I love. Change the way I